Welkom bij de aflevering van 30 maart. Het is 16 uur 08. Ik heb per ongeluk weer groen aan. Het is echt niet ja. te geloven. Dus ik ga weer een zweef aan het hoofd krijgen. Ja, het is wel maar ja. net een andere shape dan het achtergrond. Dus uh, hopelijk, uh... ik hoop dat jullie niet alleen een zweef aan het hoofd zien. En ja. we kregen klachten dat je niet meer die Teletubbies ja. achtergrond moet doen. Ja, ik vind het moeilijk om een achtergrond te kiezen. Dus als mensen gewoon een achtergrond weten, dan. Uh, Iemand zijn moskee. <laughs> ja. ja, kan wel. Dat durf ik dan weer niet. Kan wel. Ik fix het wel hoor. Op dit moment zitten we in de moskee, dus uh, <laughs> zeg maar wat je wilt zeggen. <laughs> um, ja. Ik heb een nieuwtje. Ik ging heel erg twijfelen of ik dit ging vertellen, maar ik dacht, ja, je kan het binnenkort toch wel aan me zien. Dus het heeft niet echt zin om oh. het veel te lang te verbergen. En, uh, ik ga het denk ik niet op Instagram en zo posten, alleen hier op de podcast. En ja, Instagram zal het ook vanzelf zien. Uh, ik vind het heel spannend om dit uit te leggen. Ik had het helemaal voorbereid, maar oké. Okay. Mm. Nou, zoals je weet, ben ik al een tijdje aan het daten. Ja. En ik had uh, iemand met wie ik het best wel leuk had. Ja. Uh, al een tijdje. En uh, ja, toen uh, hebben we, uh, was er een avond dat er best wel veel alcohol in ging en andere verdovende ja. middelen. En ik doe normaal ik ben nooit echt drugs. Ik weet niet wat je gaat zeggen. <laughs> ik doe normaal nooit drugs. Je kent ja. mij. Nou, dat was mijn... Drugs? Welke drugs heb je gedaan dan? Uh, ja, ecstasy en van... Al, <laughs> ja, wiet. Echt? Ja. Oh my god. En het eigenlijk ook niet echt de bedoeling dat ik dit vertel, maar ja. Het ja. Dat hoort bij het verhaal. Nou, het voordeel aan drugs en alcohol is dat je je heel goed voelt op dat moment. Het nadeel ja. is dat je wel uh, minder verstandig bent. <laughs> Ik denk dat iedereen het al zien, voelt aankomen. Oké, okay, nou, toen ben ik niet zo verstandig geweest. En uh, ja, toen had ik ineens de laatste tijd heel veel was ik ziek. En, uh, oh my God. En, en, en naar het ziekenhuis en dit en dat. En ik denk, wat is er nou? En hele gevoelige borsten en misselijk. Ja. En, ja. en ondertussen was ik gewoon nog aan de pil. Um, en <laughs> What the fuck? <laughs> nou, toen heb What ik dus uh, laatst een test gedaan. En uh, ja, positief. <laughs> oh, Oké, okay. en, 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 en nu? Wat is je plan verder? Um, nou, toen was ik echt... Nou, je kan je voorstellen, ik was helemaal in paniek. Want het was gewoon niet het plan. Ja. En ik zit niet eens in een relatie, besef. Mm. Dus, dus het was echt heel heftig. Mijn wereld stond echt op zijn kop. Aan de andere kant dacht ik wel van... Zo moest het dan blijkbaar zijn... Ja, dit, is echt, dit is echt bijgelovig. Oh my god. En ik had helemaal geen ja, kinderwens. Een, je weet, ik, los, zeg al, ik zeg altijd: ik heb geen kinderwens. Ja. Maar ja, ik had ook toevallig mijn tweede boek ingeleverd. En ik had, ik heb, het is niet dat ik geen tijd heb of zo voor een kind of zo. Dus ja. ik heb de optie, of ik had de optie om het weg te halen. Maar dat. Je uh, gaat het houden? Ja. Oké, okay, nee, ik moet niet zo reageren. Okay. <laughs> Vind maar, je dat gestoord? Mm. Ja, ik. Uh, het het klinkt voor mij houden. als een uh, overhaaste beslissing. Maar uh, oké. Okay. Wacht, dit was helemaal niet de bedoeling dat ik het <laughs> zo snel ging vertellen. Ik had nog hier helemaal een bord met... Uh, nou ja. Wat heb ik ga stuk Kijk, Nee, wat de <the> fuck? <laughs> wat de fuck? Ik ga helemaal... Ik had helemaal een bord met beschuit met muisjes klaar. Maar, maar weet, je, weet je al dat het een meisje is? Nee, ik weet dat geslacht nog niet. Daar is het nog te vroeg voor. Oh my en je god. ziet ook helemaal niks aan mijn buik als je ziet. Oh my god, oké. Okay. Okay. En nou ja, ik hoop dat het een meisje is. Vandaar dat ik roze muisjes heb gekocht. Yeah. Maar uh, ja, dit was zeg maar de bedoeling dat ik dan zou zeggen. Nou, hier komt het. Maar <laughs> met mijn domme hoofd heb ik alles al verteld. Nou ja, dat dus. En ja. Um, oh, yeah. okay ja, ja. ja. oké okay, dus nu het, gaan het is we echt een hele... dat je moeder wordt of zo ja soort van <laughs> ik weet ja het is heel raar omdat het niet gepland is dus ja ik moet het ook de rest nog vertellen dus te, het is maar dat ik weet dat deze podcast best wel laat online gaat komen dus tot die dag heb ik nog een beetje de tijd ja je bent een van de eerste die het weet maar ik ben ook echt benieuwd hoe de rest gaat reageren ik weet ook niet of mensen blij gaan zijn zeg maar ik weet niet de... eens of ik blij ben. <laughs> nee, ik ga ja, stuk. Nee. Ja, ik, nee. heb er, ik heb ervoor gekozen om het te houden. Dus ik ben er denk okay, ik Oké, en dat weet je gewoon zeker. Ja, ik heb er heel goed over nagedacht. Goed overlegd met... De... En hoe lang weet je het al? Nu een maand. Oké, okay, dus je hebt wel dus tijd gehad om erover na te denken. Ja. En uh, ik dacht van, ja, ik kan het wel niet vertellen, ja. maar ja, je gaat toch langzaamaan zien dat ik weer dikker word. En straks krijgen we allemaal comments met, uh, ja. zit Lale weer aan de kebab. <laughs> ja, ja, precies. Nou, hierbij. Nee, okay, ja, kijk, als jij er gewoon goed over na hebt gedacht en jij wilt... Maar het had je dit houden, ooit van mij dan, verwacht? Uh, um, Eerlijk? Ja, eigenlijk niet, maar tegelijkertijd bij vrouwen die geen kinderwens hebben, kan er soms wel zo'n switch ontstaan, omdat ze dan opeens zwanger worden en dan besluiten ze gewoon van, nou, oh, weet je wat ik ga het wel houden. ja weet je wat het is? ik dacht ik dacht eraan om het weg te halen, maar toen dacht ik van ja maar waarom zou ik? ja maar weet je wat er dan gebeurt? die die parasiet in je, die gaat dan zo je hersenen beïnvloeden en ervoor zorgen dat je zo stoffen gaat aanmaken waardoor je zo die moeder gevoel krijgt. ja is dat echt en, zo? En, ja en dan denk je ja, van misschien. en dan denk je van oké okay, nee ik moet je toekomstige kind geen parasiet. sorry als je dit in de toekomst kijkt toekomstige <laughs> kind je bent geen parasiet. Maar nee, uh, nee oké. Okay. Oh, dat is ook echt niet leuk voor dat kind om in de toekomst te kijken. Maar ja, ja tegen maar die ja. tijd halen we het wel offline. Ja. Nee, maar ja, nee. Ik heb er gewoon goed over nagedacht. En weet je, ik heb, heb zo'n leuk leven. Ik heb zulke leuke mensen om me heen die me allemaal mm. kunnen helpen. Ik heb natuurlijk geen contact met mijn familie. Dus dat is misschien ja. dan wel heftig of zo. En ik zit niet in een relatie. Ja. Maar ik ga het gewoon op deze manier doen. En, ja, als ja. je denkt dat je het kan, dan uh, moet je. Het ik denk dat doen? ik het wel aan kan. Doe. Ja. ja, ik heb alle vertrouwen in mezelf. En het was helemaal ongepland, nogmaals. Maar ja, het leven heeft me verrast. En ik denk van ja, waarom niet? Juist, kader hè? <laughs> is dat lot. Mijn tweede de boek is af. Ik heb geen ander ja. groot project in de toekomst of zo. Um, ja, je hebt alle het tijd. Het enige waar ik echt mee zat is dat, um, ja, als je het zeg maar helemaal aan mijn hoofd weer gaat zien dat ik ben aangekomen, dat ik dan. Dat je dat gaat zien wanneer ik op tv ben voor mijn tweede boek, zeg maar. Maar ik heb het een beetje uitgerekend. Mijn boek komt in mei uit. En dan ja. zie je het nog, als het goed is, nog niet. Ja, precies. Dus um, dat was het enige waar ik mee zat. Oké. Okay, en nou. voor de rest, uh, ja, met de, met de papa overlegd. Die vindt het ook geen ramp, zeg maar. Ja. En uh, co-ouderschap afgesproken. Oh, echt? Ja. Oké. Okay. Nou, Want we uh, hebben allebei wel zoiets van, ja, dit moet niet ik heb ervoor gekozen om het te houden. Het moet geen soort van reden zijn voor hem om dan met mij een relatie aan te ja, gaan ja, of zo. Ja, ja, ja precies. Dat wil ik ook helemaal niet. Dat iemand op basis daarvan voor mij kiest of zo. Mm -hmm. Maar het is ook iemand waarmee ik ook echt een kind kan opvoeden zeg maar. Het is echt een heel ja. verantwoordelijk, veel ouder dan ik, uh, al lang toe aan een kind eigenlijk en qua leeftijd en omstandigheden. Mm -hmm. Dus dat. Ja, ik wilde dat nieuwtje met jullie delen. Um, dus doe ermee wat je wil. <laughs> en ik wil gewoon voor de rest verder met de podcast eigenlijk, zoals nou, okay. altijd. Nou, uh, en wie weet, over uh, negen maanden zit ik hier met een klein een babytje. Ja. En misschien zijn die roze beschuitjes dan goed uitgekozen en misschien niet. Ik hoop dus zelf dat het een meisje wordt, want ik hou meer van meisjes. Ja, nou als het jongen wordt, dan kijkt hij dit terug en dan krijgt hij <laughs> gewoon uh, gender dysforie. <laughs> dan is hij ook welkom. <laughs> Maar ja, kijk, ik heb, ja, ik heb ja, ook altijd van mijn zusje echt gehouden. Ik hou gewoon meer van meisjes, ja, sorry. En mannen houden meer van jongens, ja. ja. Maar ik weet, ja, ik weet niet, ik heb wel het gevoel dat het een meisje wordt. Maar ja, we gaan het meemaken. Uh, Oké, okay, lijp. <laughs> um. Ja, eigenlijk is er niks lijps aan. Er gaat toch niks ja, veranderen. Ja. We gaan gewoon door met de podcast. We gaan gewoon door met ons leven. Ja, maar er dat is een baby bij. door moet opstaan, omdat hij beneden huilt en zo. Nee, ja. ja, dan heb ik gewoon een oppas geregeld of ja. iets. Het, het komt wel goed, ik heb er gewoon alle vertrouwen in. Oké, nou, je weet juist. En het is, is ook leuk, want dan kan ik gewoon in de podcast delen hoe het voelt om überhaupt zwanger te zijn, En te bevallen, horrorverhalen. Ja. Wie weet. Ja, wil je bevallen op de podcast? <laughs> Dat lijkt me ook een uh, fantastisch ja. idee. Hé, hey, maar Lali, hoe voel je je nu? Ik wil dus wel, uh, daar zat ik over na te denken, ik wil dus absoluut met keizersnee bevallen. Oh ja. Want ik heb geen zin om uh, ja, het op, ja, op de natuurlijke manier te doen. Met een C-section noem je dat? Ja, maar dat kan helemaal niet in Nederland. Je mag daar niet voor kiezen. Oh, echt? Ja. Dus ik heb het helemaal zitten uitzoeken gisteren. En ik moet daarvoor echt naar... Of naar Turkije of naar uh, een van de landen waar het in ieder geval wel mag. Maar ja, Turkije je lijkt me dan niet naar, de beste keuze. Je moet gewoon kijken welke landen dat aanbieden. En dan moet ja. je kijken welke van die landen ook nog een nationaliteit meegeven wanneer je geboren bent in dat land. Ja? Dan, 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 ja? Er zijn van die landen toch, als je daar bent geboren, dan ben je gewoon die nationaliteit. Echt? Ja. Welk land is dat dan? Ja, geen idee. Maar dan zou ik Duitsland doen of zo. Daar, daar heb je tenminste wat aan. Ja. Het is best wel een oké okay land, zeg maar. Ja. Of ja, ik weet niet. Wat is een leuk land om een paspoort van te hebben? Frankrijk. Dan kun je gewoon zeggen: ik ben half Frans. <laughs> ja. Ja. Uh, Argentinië, Brazilië, Canada, Colombia, Verenigde Staten, Jamaica, Mexico. Ja, alleen maar soufi zoefie, zoefielanden landen. Ja, maar ja, Amerikaans paspoort is op zich wel lekker. Of oh, Amerikaans. Paspoort. Dat is best wel leuk, ja. ja. Misschien doe ik dat wel. Mag je daarvoor C-section kiezen? Ja, in Amerika zeker. Waarom mag dat hier niet zo'n onzin? Moet ik helemaal uh, plannen om Amerika te bevallen? Om uh, geen natuurlijke bevalling te hebben? Ja, nou goed, ik wil er niet te lang over doorgaan. Want ja, het is gewoon wat het is. En het is me overvallen. En ja, doe er mee wat je wil. En voor mij verandert er niks in mijn leven. Dus nee, geen paniek. Ik ga niet een heel andere lale worden of zo. Podcast gaat gewoon door. Mijn leven gaat gewoon door. Uh, maar dan met een kind. Even kijken. Podcasts notities heb ik hier. Oh ja, we moesten dat Google Docs document behandelen, heb ik oh, in de ja. donateurschat gehoord. Ja, vorige Want, aflevering zeiden we dat we het zouden behandelen en toen, hebben we, het nooit toen hebben we het niet gedaan. Yeah. Oh nee, wacht. Ik ben dit natuurlijk vergeten. Oh yeah. ja. Um, oh, ja. Ja, leg eens even uit wat dit is. Ik moest dit van jou bestellen. Dit heet Miracle Fruits. Uh, dit is gewoon bestelbaar op bol.com. 15 tablets. Contains Miraculin, a fruit-based taste modifying protein. Made from dried, since palm, dulcificum fruits. Sour to sweet. Yeah. Eat less sugar, staat er. Ja, nou, dit is de uh, Miracle Berry. En dat is een bes waar een bepaalde eiwit in zit. And maar moeten eiwit... we die slikken? Nee, dat eiwit heet Miraculin. En wat dat eiwit doet, is het plakt op de receptoren op je tong. Dus mm -hmm. op je tong Klinkt echt je... eng. Ja, op je, op, op je tong heb je smaakreceptoren. En die hebben allemaal een vorm. Dus denk aan een soort van Lego blokje vorm. En dan, wanneer een Lego blokje die daarop past, daar, uh, daaraan plakt, dan wordt er een signaal gestuurd. En dan proef jij dus zoet, zuur, zout, whatever. Dus al die smaakpapillen hebben andere vormpjes. En dan zout, zouten dingen passen perfect op de zoutreceptoren. Dan krijg je een zoutgevoel. Hierin zit er een eiwit die ook plakt op je, op je receptoren. Maar wat het dan doet, is het, het plakt daar en blijft daar dan zitten. Op je zoete receptoren. En dan dingen die eigenlijk zuur smaken. Activeren dan je zoetheidreceptoren. Dus dingen die normaal niet te zoet zijn, waar je eigenlijk suiker zou willen toevoegen, zoals aardbeien en tomaten bijvoorbeeld. Uh, in de winter zijn ze gewoon smakeloos, maar dit gaat ervoor zorgen dat alle uh, alle Zeg maar zure stoffen in deze dingen, zoet, mm -hmm. dat we het al zoet gaan ervaren. En hetzelfde met de citroen: als het goed is, gaan we zo een citroen eten. Ja, ik heb hier dus een uh, voor de mensen die het ja. niet zien: ik heb hier stukjes citroen, stukjes aardbei en uh, cherry tomaten. Ja, dus, uh, je uh, mag het ook met frambozen doen, zag ik, en met ja. uh, sinaasappel. Maar dit zijn uh, ja de dingen die ik in huis had toevallig. Even kijken, zegt hij iets over... Um, ja, gewoon dissolve, ja, dat is het. Uh. Oké, okay, nou, dus dan gaan we deze, deze pilletjes nemen. En dan gaan we ze gewoon op onze tong laten... laten uh, smelten. Smelten. En oh. je hele tong ermee koten. Moet ik dus deze ding zo smeren? Ja, gewoon op je, over je tong heen bewegen. Oh, dat is wel een uh, lekkere smaak. Mm, ja, dat is gewoon een besje. Ik was even bang uh, dat die vies zou zijn. Nee. Dus het besje kan je dan gewoon eten. Heb je het kijk... eens eerder gedaan? Nee. Hmm. Maar er zijn dus, kijk, er zijn, er zijn zoetstoffen en zo. En dit zijn dan eiwitten die zoet smaken. En waarom doen planten dat? Want suiker maken kost gewoon heel veel energie. Dus dan maken ze een eiwit die zoet smaakt, maar waar geen energie in zit. Dus je hoeft het ook niet, je hoeft niet heel veel energie te spenden om het te maken. Dus je hebt heel veel van dat soort planten waar dan dit soort eiwitten in zitten, die jou een zoete smaak geven. En dieren gaan ook die planten eten. En dan poepen ze de zaad uit, verspreiden ze het, maar ze krijgen er geen energie van. Of tenminste niet heel veel energie van. Dus de plant houdt het dier voor de gek. Want het dier is geprogrammeerd om, als het zoet is, moet je er veel van eten. Maar suiker creëren um, is, kost gewoon heel veel energie. Dus dan neem je een omweggetje, zeg maar. Deze plant doet basically van... Kijk, wij als mensen zijn... Stel je voor, je bent een golddigger vrouw, oké? Okay? En dan ben jij geprogrammeerd... om mannen met veel geld aantrekkelijk te vinden. Wat deze best dan doet... is huurbakken op zijn Instagram zetten... en neppe Rolex'en. Zodat <laughs> so, jij denkt van... Oh ja! <laughs> Ik snap deze... <laughs> het niet. <laughs> Wat? Kijk. <laughs> Hele rare analogie. Oké, okay, kijk. Dus planten maken suiker... zodat jij die suiker eet... en dan de zaadjes uitpoept. Ze maken de vrucht... Om jou te lokken, om jou aan het werk te zetten. om hun zaadjes te verspreiden. Oké? Okay? Alleen dat kost heel veel tijd en energie. Net zoals, daarom geef ik die analogie van. stel je voor een gold digger. wat wil die? Een man met heel veel geld en succes en weet ik veel wat. Maar ja, dat kost heel veel energie. Dus een andere manier om het te doen is het faken. En dat doet deze uh, bes. Die faked gewoon dat het zoet is. Dus die geeft jou exact hetzelfde gevoel van zoetigheid. maar het is niet daadwerkelijk zoet in de zin van dat er suiker in zit. Dus dat is wat het basically doet. Dus het is voor de natuur, voor planten, is het makkelijker om zuur te creëren nee, dan... Het is zuur. Dit is... Oh, het is een proteïne. Ja, want kijk, zoete dingen zijn normaal suiker. Mm. Dat is normaal zoet. Dus daarom zijn wij voorgeprogrammeerd. Als iets zoet smaakt, dan zit er suiker in. Dus eet er veel van. Want in suiker is het heel veel energie. Dus dan moet je jezelf volproppen. Dat is de reden waarom we ons volproppen met taart en gebak en ijs en whatever. En deze proteïne creëren, dat kost veel minder energie, maar het geeft wel hetzelfde effect bij het dier die het eet. Dus dan is het een, een, een manier om jou voor de gek te houden. Want jij krijgt nog steeds een zoet gevoel. Jij gaat nog steeds de zaadjes verspreiden door het uit te poepen. Alleen je krijgt er niet energie van. Maar je denkt wel dat je er energie van krijgt. Exact hetzelfde als een cola zero: het smaakt zoet, maar er zit nul calorie in. Dus je wordt eigenlijk voor de gek gehouden, zeg maar. En uh, je ontwikkelt dat dan. Bijvoorbeeld, er zijn. Uh, Brazaïne, volgens mij. Braza Wanneer moeten we nou eten? Is het helemaal opgelost? Uh, nee, nog een klein beetje. Um. Hoe lang blijft het? Moeten we snel eten? Mm, ja, gewoon dat het smelt op je tong. Het is wel lekker, by the way. Ja, heel lekker. Dus uh, brazine is ook een zoetstof. En dat zit dan in een bepaalde bes. En um, ik weet niet of het brazine is, by the way, maar één van die stoffen. En die zit dan in een bepaalde bes. En apen en mensen eten die bes. En die vinden hem dan zoet smaken. Dus die plukken hem en die eten hem. Maar je krijgt er bijna geen energie van. Er is er bijna geen calorieën, want het is dezelfde touwtje het voor de gek... En al die verschillende apen die proeven dat, maar het is constant een wedstrijd van evolutie, want deze eiwitten zijn dan geëvolueerd op een manier waarbij ze jouw receptoren voor de gek kunnen houden. En van al die apensoorten hebben gorillas hun smaakpapillen zoete dus, uh, receptoren die zijn nog verder ontwikkeld, waardoor gorillas deze stoffen niet als zoet ervaren, zeg maar. Dus bij gorillas die hebben nu een voorsprong op de evolutie. In de zin van dat die stof dan niet meer werkt voor ze. Maar wij nog wel. Onze smaakpapillen zijn nog dom. Dus die kunnen wel voor de gek gehouden worden. Dus het is bij mij helemaal opgelost. Ja. Bij mij ook. Ik eten. Oké, okay, nou ik denk dat we moeten beginnen met de citroen. Want ik denk dat dat het grootste. is. dat verschil is het is. meest zuur, ja. ja. Ik ben echt benieuwd. Oké. Okay. Mm. Oké, okay, ready? Ja. Wow. 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 Wauw. Het smaakt naar snoep. Ik dacht, ik ga het nu zo doen, maar mm. nee, het is gewoon zoet. Mm. Dit is geweldig. Ik proef bijna mm. geen zuurheid. Gewoon alleen op plekken in mijn mond waar het niet gekoot is. Ja. Mm. Geweldig. Oh, Wauw. Er is... stond ook, toen ik het ging bestellen, je kan hiermee afvallen. Mm. Ja, maar het is letterlijk alsof iemand een, een eetlepel suiker in een citroen heeft gedaan. Ja. Kijk, ik kan nu moeiteloos gewoon een stuk citroen, waar dus ik zonder normaal... Zonder gezicht te trekken. Ja. <laughs> oh, wauw. Nu is het nog zoeter. Het is fucking lekker. What the fuck. Nou, ik kan zelf gewoon meerdere citroenen op. Het is wow. zoeter dan de zoetste sinaasappel die je ooit hebt gegeten, basically. Het werkt echt. Mm. Ik had er echt een hard hoofd in. Ik dacht, het zal wel niet zoveel doen, maar... Wauw. Oh, dit is echt magisch. Ja. Okay, Hoe lang blijft dit effect? Half uur. Echt? Oké, okay, ik ga een aardbei proberen. Oh, wauw, die aardbei. Wauw. Die aardbei is kapot smaakloos. Yeah, dit ja, dit smaakt gewoon als een zomer aardbei. Normaal is die smaakloos, maar nu is hij dus super smaakvol. Mm. Ik had deze gisteren wow, nog gegeten. Oh, wat een zoete fuck. Wow. Nu ben ik wel benieuwd naar die tomaat. <laughs> wat een fucking lekkere aardbei. Wow. What the fuck. Het is gewoon alsof je snoep eet. Ja. Oh, wauw. Nee, dat is heel zoet. Die Nederlandse smaakloze tomaat is mm -hmm. nu ineens lekker. Hij is gewoon fucking zoet. Wow, ik heb zo'n lekkere zoete smaak over in mijn hele mond. Het smaakt gewoon naar zomerfluit. Bij die citroen is het effect het, het grootst. grootst ja. Dan want bij de aardbeien en dan bij de tomaat. Want, want hoe zuurder, des te sterker die zoete smaak. Ik zou zelf zeggen dat de citroen te zoet was. Hij ja. is zo zoet dat als je er een paar van zou eten, dat je misselijk zou worden, letterlijk. Ja, als je gewoon een zak snoep hebt gegeten. Ja, dus hoe zuurder, hoe groter dat effect. Want de zuur wordt dan getransformeerd. Dat, dat ervaren wij dan als zoet, zeg maar. Maar... Echt fucking lijp. Fuck die aardbeien is. zijn ook echt lijp, hoor. Normaal hou ik dus niet van Nederlandse aardbeien in de winter, omdat... Ja, ze smaken en ze hebben naar niks. Smaak, ja. 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 En ik had deze gisteren gekocht en ik dacht echt van, ja, wat is dit? En dan doe ik het soms op mijn pannenkoeken of zo, maar hij heeft helemaal geen smaak. En nu... Oh my god. Ja. Wow. ja, maar dat effect lijkt nu steeds beter te worden. Want nu is de mm -hmm. citroen nog zoeter dan net. Wauw. Wow. Maar dit zou je dus gewoon kunnen toevoegen aan producten. En het is gewoon een natuurlijk product. Het is dat een, een makkelijk te maken en goedkoop ding? Ja, we kunnen het gewoon naar die bessen halen. En je kan het zelfs ook gewoon precies en dit was namaken. best wel 20 euro voor die 15. Tonen. Ja, maar eigenlijk kost het niks. Man, ze zijn gewoon doorverkopers. Maar uh, die stof kun je ook gewoon namaken, dus dat is niet echt een probleem. Het is gewoon een eiwit die kan je gewoon groeien. Maar uh, ja, dit zou eigenlijk echt een perfecte voedseladditief uh, zijn, zeg maar. Het is heel gek. Als je het met je tanden zeg maar eet, dan proef je wel die. Um, ja, en je proeft wel dat je tanden er bros van worden door die zuurheid en ja, ja, precies. Bij je tanden ook. proef je de echte smaak, maar zodra het op je tong gaat, mm -hmm. voel je het zoet worden. Ja, precies. Heel gek. Ja, je moet die aardbeien gelijk op je tong doen. Wauw. Hoe kan een citroen zo... Het smaakt gewoon een citroensnoepje. Ja. Het is gewoon, het is gewoon zoeter dan, uh, dan een citroensorbet. Ik ben echt in shock. Dit ga ik echt aan mijn zusje en broertje voeren. Wauw. Wow. What the fuck, man. Maar stel je eet zo'n beschuit met muisjes okay, Oh nee, spooreren. dat is natuurlijk niet zuur. Je moet gewoon die schil eten, kijken wat het doet. Ja, misschien is dat ook wel lekker. Nee, het is nog wel bitter. Bitterheid proef je nog wel. Nee, bitter is gewoon hetzelfde, ja. Ja. Dan is het, ja, het is echt zuur. Nee, ik ben echt in shock van die aardbei. Oké, okay. kijk deze aardbei. Kijk hoe wit deze aardbei en, is. Hij is echt smakeloos, mensen. Hij is tot de helft wit, oké? Okay. Mm. Besef die aardbei, mm. kijk hoe groot ze zijn. Die hebben nooit smaak. <laughs> ja, ze zijn wit van binnen wit in plaats Wit van, van binnen, ja. Maar het is zo zoet. Er zit, mm. een, er zit zelfs een gat in, zo smaakloos zijn <laughs> Het is zo fucking zoet, what the fuck. Het smaakt letterlijk alsof je die, die aardbei in suiker hebt gedipt. Gewoon het is het zo zoet dat ik nu geen is. zin meer heb in suiker. Precies, wow. precies. Ja, maar daarom, je kan letterlijk gewoon, ja, citroenen, tomaten en weet ik veel wat allemaal. Het lijkt me alsof ik gewoon drie zak snoep uh, heb gegeten. <laughs> zo voldaan ben ik zeg maar van. Ja, en we hebben bijna geen suiker binnengekregen eigenlijk. Want hier zit gewoon bijna geen suiker in. Wauw, dit is de nieuwe afval. Uh, <laughs> ja, is sick hè. Als je dit gewoon, wat, want het werkt voor een half uur of zo. En daarna gaan ze los van je receptoren. Maar als je dit voor ja, maar... een langdurigere werking zou kunnen hebben of zo. Ja, maar een half uur per dag is ook goed. Ja, eigenlijk zou je gewoon in plaats van een tabletje smelten, zou je het gewoon in sprayvorm moeten hebben. Dat je het gewoon op je tong kan sprayen zo. Net voordat je gaat eten en dan ja. ben je gewoon goed. Maar kan jij dat niet maken op de markt? Ja, zou wel maken, maar ik, ik zou wel kunnen. Maar ik weet dus niet hoe het ligt met de goedkeuring hiervan. Want, um, ja, eigenlijk zou je het direct aan het voedsel willen toevoegen, weet je. Um, dat zou heel goed helpen. Want dan kun je gewoon snoepjes maken met heel weinig suiker erin, maar exact dezelfde. Suikersmaak. Ik ben echt in shock, mensen. Dit moeten jullie bestellen. is zuur, toch? Ja. ja ik heb duur. ook zuur. Kijk, ik heb daar oh, zure ja. snoep voor jou gehaald. Oké, okay, zure autodrop. Oh ja, we kunnen het natuurlijk ook met uh, snoep proberen, ja. Het is gewoon niet zuur? Nee, het is gewoon fucking zoet. Wauw. <laughs> wow. Het is gewoon fucking. Alle zuurheid is weg. Terwijl het heet bekkentrekkende zure Cadillacs. Ja. Maar je trekt niet meer je bek dan. Even deze proeven. Ik vind dus deze niet lekker, man. Die paarse. Er is gewoon geen zuurheid. Het is gewoon weg. Het is gewoon weg. Ik denk dat het ook heel goed zou werken met groene Lijp. appel. Lijp. Ja, oh ja, dat heb ik ook gewoon in de koelkast. appels gaan waarschijnlijk ook fucking zoet zijn. Mm. Mm. Die Moon lijkt me ook wel vet om te proberen. Erik. Oh ja, ja. Erik zou een hele goeie zijn. Ja. Dat is echt heel zuur. Turkse pruimen. Dat zijn van die kleine uh, Franse pruimen. Ik weet niet hoe ze hebben zo'n Franse naam in het Nederlands. Ik ben echt een shock van die aardbei nog steeds. Het is echt lijp man. Het is echt fucking absurd. Vooral bij de aardbei proef ik echt um, mm -hmm. een heel lijp verschil. Alsof je gewoon snoep eet. Ja. What the fuck man. Ik ben echt, uh, ik ben echt in shock. Ik, ik weet al langer dat het bestaat, maar ik had het nooit uitgeprobeerd. Omdat het verschil zo groot was. Maar alle andere dingen proef je dus hetzelfde. Dus als je dit eet, is het gewoon hetzelfde. Mm -hmm. Alleen zure dingen. Ja. Oké. Okay. Alleen zure dingen inderdaad. Maar wat die eiwit doet... Kijk, het plakt op je zoetreceptoren. En elke keer als zuur langskomt, dan wordt die zoet geactiveerd door die eiwit die erin zit. Maar eigenlijk zou je dezelfde connectie, dezelfde conversion zeg maar, met alle smaakpapillen kunnen doen. Dus je zou ook... Zeg maar eentje kunnen doen die plakt op je bitterheidreceptoren en je bitterheid als zoetheid laat proeven. Of ja, whatever. allemaal van dat soort dingen. Zeg hoe makkelijk ons brein te voelen is. Precies, precies. Dit laat dus zien hoe, hoe, hoe gelimiteerd ons smaaksysteem eigenlijk is. Het voelt nu voor ons alsof we fucking veel suiker hebben gegeten. Ja. Maar we hebben bijna geen suiker binnengekregen. Ja. We hebben in totaal misschien ja, niet eens een gram suiker binnengekregen. Maar er is helemaal geen suiker in, in, in geen van deze dingen, want het is winter. Ja. Het is allemaal smakeloos en uh, ja, waterachtig. <laughs> Wauw, echt lijp. Ik ga dit gewoon erin houden, denk ik. Nou, je hebt er nog heel fucking veel, dus uh... want met afvallen is, is, is natuurlijk de grootste struggle is dat je natuurlijk trek hebt in zoet. Ja, gisteren precies. ook was ik uit eten. Ging iedereen een dessert nemen? Nou, ik zeg, ik sla over. Maar toen ik uh, iedereen zag smullen, dacht ik, oh ja, had ik het maar ook genomen. Maar ja, ja het precies. is heel veel calorieën, natuurlijk. Zo'n cheesecake of weet ik veel wat ja. En um, als je dit hebt, dan uh, kan je gewoon in plaats van cheesecake een citroen zitten eten. Ja, precies. <laughs> dat gaat een beetje lastig in een restaurant, maar ja. kan je kan um, Ja, Je kan natuurlijk niet een portie citroen, tomaat of aardbei bestellen, maar je kan thuis wel dat eten. Mm -hmm. En dan ben je gewoon van je craving af. Ja, er hoeven in dingen gewoon... Je kan letterlijk 90% van het suiker uit een ding halen. En als je dit hebt genomen, dan smaakt het gewoon hetzelfde. Maar heeft dat helemaal geen ongezondheidsnadelen of zo? Nee. nee, want dit is gewoon een besje. Het is gewoon een besje die, die truc je eigenlijk gebruikt. Want die besje is zelf zuur, maar ja. deze stof zit erin. En dan, en want zuurheid, daar dat, dat, zit helemaal geen energie in. Zeg maar. In suiker zit alle energie, suikers zijn vetten vooral. Dus dan zorgt hij, is hij gewoon zuur en dan zet hij deze eiwit erbij. En dan smaakt die bes gewoon fucking zoet. En dan is het hetzelfde. Dan kun je gewoon een hele emmer van die besjes eten. En dan denk je van oh, ik heb superveel calorieën binnengekregen, maar je hebt eigenlijk niks binnengekregen. Maar je betaalt nu meer dan een euro per tablet. Want ja. het is 20 euro voor 15 ja, tabletten. Ja, maar je kan het eigenlijk veel goedkoper krijgen. Dat is wel heel duur, natuurlijk. Je kan het eigenlijk echt veel krijgen. Als je goedkoper het zeg krijgen. maar dagelijks wil gaan gebruiken, is het wel heel mm -hmm. duur. Maar waar kan je het goedkoper krijgen dan? Kijk, dit is gewoon bol.com. Dus het zijn gewoon mensen die het hier hebben ge. ge Recommended daily dose 3 tablets per day. Ja. Uh. Het is wel vijf calorieën. <laughs> How to use do not swallow. Dissolve one tablet on your tongue. Um, if it just wow, of wow, wow. Find, miracle. Het eh? heet Miracle en het is ook een miracle. Ja, yeah, die stof heet ook Miraculin. Oh ja, yeah. goede naam. Ja, yeah, nou, het is inderdaad een wonder. Het is vegan voor de vegans van onze luisteraars nou en, je uh, kan um, een kilo van het poeder dat kost 8 euro dus ja, met een kilo kan je waarschijnlijk een paar duizend maar kan maken. jij die tabletten maken voor mij ik kan wel ja ik kan wel eigenlijk zou je dus in plaats van een tablet te maken zou je dit gewoon moeten oplossen in een uh, in een goede oplosser gewoon water eigenlijk mm, en, en dan is gewoon spray. Een spray van maken oh ja veel beter werken zullen we dat verkopen of zo ja het <laughs> kan je mag het dus niet volgens NVWA mag je het dus niet toevoegen aan um, ...aan voedsel, want het is daarvoor niet goed gekeurd. Overigens, ik weet niet of dat... Even kijken hoor, ik ga het even nalezen erop. Ik wil zeg maar nog eentje pakken, maar dan denk ik... ...nee, ik ben echt wel die suiker zat. <laughs> ja. Zo gek. Uh, the use of Miraculin as a food additive... ...was denied by the United States... ...in 1974. Ik ga even Fanta drinken en kijken of dat ook verschilt. <coughs> want dit is sinaasappel. In Japan is het uh, toegestaan... ...als een food additive... Dus dan mag je het direct aan voet toevoegen, maar in Europa alleen als een supplement. Dus dan mag je het alleen zo verkopen om het daarnaast het eten te gebruiken. Want dat is gewoon dit domme. Dit wetgeving. smaakt ook anders. Heel ja? zoeter, ja. ja. Ja, maar ik kan me dus voorstellen dat als dit zomeraardbeien waren geweest, die al fucking zoet zijn, dan zouden ze waarschijnlijk te, te zoet, zoet zijn. zijn, ja, klopt. Dan zouden echt gewoon alsof we echt een hele zoete aardbijen gewoon nog suiker erbij hebben gezet. Ja, want nu is het al echt heel zoet. Het blijft gewoon best lang werken, man. Ja. Het blijft echt best lang werken. Ik begin me zorgen te maken. <laughs> hmm. Ik hoop wel dat ik vanavond weer uh, zuur proef. Is dat ja eigenlijk als je geen zuur meer proeft? Is dat een hele belangrijke taste? Nee, ja, vroeger wel om... Uh... Ik, vind, nou, ik vind toersje wel echt lekker, ja. dus uh, tafelzuren. Ja, maar het is ook onderdeel... Eigenlijk zijn zure dingen, detecteren, voornamelijk gemaakt om gevaren te voorkomen. Omdat heel veel dingen die... Um, slecht voor je zijn... zuur kunnen worden. Dus heel veel... zuren, giftige zuren, zijn zuur. En... Um, um, ja, maar op zich is het niet zo'n groot gemis... in je leven als je geen zuur meer proeft. Nou, je moet je voorstellen dat... stel je voor, je drinkt, je pakt de melk... uit de koelkast en hij is helemaal verzuurd. En als je die zuurheid niet zou proeven... dan zou je bijvoorbeeld... Dan, uh, dan denk je, oh, zoet, lekker. <laughs> ja, want normaal, zoete melk. normaal, als iets rot, zeg maar... dan kan het verzuren en... Wij hebben daar eten van gemaakt, bijvoorbeeld. Want heel veel van die zure dingen, touche bijvoorbeeld, is gewoon, ja, het is gewoon aan het rotten, maar aan het gecontroleerd. Ingemaakte groenten. Ja, het is gewoon gecontroleerd aan het, uh, niet aan het rotten, maar aan het, uh, wat is de naam ervan? Conserve conserveren. <laughs> uh, mm. Even kijken, lacto, uh, ja, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, dat, doet, dat is wat uh, normaliter gebeurt. Wanneer iets uh, slecht gaat, dan verzuurt het. Maar omdat wij dat hebben geïncorporeerd in onze voedsel. Uh, hebben we dat eigenlijk tegenwoordig... Uh, we er, halen we er juist benefits uit, uit zure dingen proeven. Maar de meeste, me de meeste dieren, die zullen altijd een zure smaak uit de weg gaan. Maar wij hebben onszelf aangericht om het lekker te vinden. Net zoals we dat hebben gedaan met pittigheid en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat. Maar jij denkt dus dat het ook kan dat we bitter zoet maken? Of ja, bitter... in principe als je gewoon de werking... Kijk, dus stel je drinkt koffie omdat mm -hmm, je dan die bitterheid proef, niet proeft. Dat je, je dan gewoon zoet proeft. Ja, dan hoef je geen suiker te zo, zetten in je koffie, bijvoorbeeld. Als acht koffie drinken Ja, precies. Dan hoef je geen suiker te zetten in je koffie. Ik ben de way begonnen met koffie drinken. Terwijl ik echt koffie Jij? haatte. Jij? Ik haatte koffie. En nu drink ik gewoon elke ochtend... Uh, ga ik gewoon een koffietje zetten en dan gaan we gewoon samen Wat zo, voor koffie, zwart? Uh, nee, gewoon met heel veel melk en heel veel suiker. Zeg maar een kinderkoffie. Oh ja, ja, dat noem ik <laughs> chocomel. <laughs> <laughs> ja ja precies, maar ik vind het wel een lekker in de ochtend uh, die cafeïne uh, kickje zorgt er wel voor dat ik lekker snel um, ready ben zeg maar. ik vind altijd mensen die zeggen ik drink koffie en dan alleen de latten van Starbucks met kapot veel slagroom en karamel en wie ja nee wat. ik ben nog lang niet op die uh, zwarte koffie uh, level. ja ik vind je mag pas zeggen ik drink koffie als je vier keer zwarte koffie per dag drinkt ofzo zoals ja. ik dan ben je echt zo'n bikkel. ja maar goed, oké. Okay. Jij en koffie. Maar heb je dan niet heel veel last van je uh, ADHD? Nee, het valt echt reuze mee. Ik, uh, Want koffie maakt mij echt heel hyper. Kijk, op mijn slechtste. Ja, slechtst. Op mijn meest. Hoe zal ik het zeggen? Op momenten waarbij ik heel erg veel jointjes rook. In mijn leven, dan doe ik heel erg veel aan Wake and Bake. En Wake and Bake is wakker worden. En het eerste wat je doet, een jointje opsteken, zeg maar. Mm -hmm. En dat zorgt er gewoon voor mij dat ik zo chill met de dag kan beginnen. Alleen. Uh, ja, het is gewoon niet goed voor je. Ja, dus dan heb je zo dat te vervangen te door koffie. Ja, dus nu drink ik in de ochtend koffie en dan merk ik dat ik gewoon, ja logisch, veel sneller opstart. Um, ook wat, um, normaal vind ik het echt leuk om het huis schoon te maken in de avond, in de nacht. Om alle dingetjes te regelen, de was ophangen en weet ik veel wat allemaal. Maar nu, nu is, de ochtend, uh, is mijn ochtend gewoon wat actiever. <coughs> zeg vind maar. jij dat leuk, het huishouden doen? Oh ja man, ik geniet daar echt oh, van. Oh, ik vind het echt niet leuk man. Ja, normaal vond ik het ook niet leuk, maar ik heb het met de tijd heb ik het gewoon. Um... Ik kan het af en toe volhouden als ik een podcast luister of zo. Dat ik denk, oké, okay, nu moet het echt. Maar mm. nee, ik, 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 heb, ik heb in mijn ADHD heel veel van die motivatiebeursjes En dan moet ik gewoon iets doen. Dus dan ga ik fucking onkruidviet in de tuin. Of een muur verven. Of het huis schoonmaken. Wel of leuk whatever. voor je vriendin. Ja, ja, maar zij heeft exact hetzelfde. Dus oh, we okay. hebben altijd, uh, elke week. Is jullie huis is altijd schoon. En... Nee, niet altijd natuurlijk. Maar het is wel elke, tenminste, er zijn momenten dat we er gewoon een troep van maken. Maar einde van de dag. Het wordt altijd schoon. Ja, dus vroeger was het altijd zo van, ja, dan kan ik gewoon een troep maken. En dan voordat ik ga slapen, ruim ik gewoon alles op. Maar nu is het meer van, oké, okay, we ruimen gewoon in de ochtend op. En dan kunnen we gewoon, hebben we. Gewoon de hele dag voor onszelf, de avond voor onszelf kunnen we gewoon helemaal chillen, chill naar bed gaan. En dan als we wakker worden gaan we weer het huis netjes maken en dat soort dingen. En dan één keer per week nu dan gewoon de grote schoonmaken, alle kasten van binnen schoonmaken, dat soort dingen. Dus uh, dat. Maar het is gewoon, vroeger vond ik dat ook niet leuk. Kijk, ik kom echt uit een periode, je moet je voorstellen dat toen ik tiener was, dat ik gewoon een kamer, waar dan gewoon een hele rij borden op elkaar lag van alle eten die ik in mijn kamer heb gegeten in de laatste week. Hmm. Gewoon zo van het gaat bijna vanzelf weglopen. <laughs> en um, <laughs> ja, maar dan besef je ook niet wat voor effect dat heel erg op jou heeft. Ik, ik merk heel erg dat... Uh, dat je depressief wordt en zo. Ja, want die, je, je, je omgeving is ook onderdeel van jou, weet je. En als jouw ja. omgeving niet um, uh, opgeruimd is en netjes is, dan gaat je hoofd ook nooit opgeruimd en netjes zijn. Dat is echt een Jordan Peterson-ding van... Uh, <laughs> nee, maar als je je kamer niet schoonmaakt. Ja, nee, het is inderdaad echt zo. Um, Um, dus, dus sinds ik dat een beetje door heb, van het een hele grote impact heeft op hoe ik me voel. En dat is echt, ik denk, de laatste vijf jaar. Zeg maar de eerste vijf jaar van dat ik op mezelf woonde, was mijn huis echt een troep. Mm. Dat was echt een moment dat ik dan. Ik heb echt een tijd gehad. Jongen, dat was zo lijp. Ik had, uh, wat had ik nou gemaakt? Kip Tandori of zo had ik gemaakt. Mm. En toen, het was in de zomer. En dan gebeurde het wel als dat ik twee, drie dagen niet thuis kwam, omdat ik gewoon ergens anders was. Of ik geen beetje in Oh, dan ging het schimmelen. Ja, had ik het gewoon zo gelaten. Was ik iets van twee, drie dagen niet thuis geweest. Dat is mij geweest. ook wel eens overkomen. Midden in de zomer, ja. Maar de schimmel was lijp. Het was gewoon uit die pan gegroeid. Oh, zo. dat heb ik niet meegemaakt. En allemaal, allemaal zo haartjes, weet je. Zo haartjes, de schimmel ook kapot donzig. En ik zie het. En ik wist gelijk van... Oké, okay, ik moet in ieder geval een mondmasker op. Want als ik deze sporen ga inademen... Dan ga ik gewoon letterlijk dood. Dus, dat is echt iets wat mijn broertje van mij zou verwachten. Ja, en ik heb die momenten heel erg gehad. En als je op jezelf woont, dan is er niemand die... Jou daarop. Uh, Attendeert. Ja, ja, precies. Weet je. En dan, ja, het is heel makkelijk om jezelf om te lullen, zeg maar. Het is gewoon extreem makkelijk. En gewoon je huis schoonmaken, snel schoonmaken wanneer mensen op bezoek ja, komen. Ja, je hebt, zeg maar, nep wel. schoonmaken. Precies. Dat je alles. Ik doe gewoon alles naar boven. Ja. <laughs> en waardoor de woonkamer gewoon ja, leeg precies. is. Precies. Maar sinds toen ik ging samenwonen, toen merkte ik wel heel erg. Dan moet je gewoon rekening houden met elkaar. En dan heb je gewoon van, oh, ik heb nu gekookt. Voordat ik ga eten, moet de keuken spatelos zijn. Want misschien wil straks iemand anders koken. Bijvoorbeeld. Weet je, allemaal dat soort dingen. Daar moet je dan de rekening mee houden. En dat hele rekening houden, van het samenwonen met vrienden en zo. Dat uh, heeft het bij mij wel. De laatste vijf jaar dat ik op mezelf woon, heeft het wel voor gezorgd dat ik altijd wel een uh, schoon huis heb en allemaal dat soort dingen. Dus. Uh, dat ik is zeg eerlijk, ik sta hier ook bekend om bij mensen die mij goed kennen. Ik heb gewoon geen talent voor organiseren, schoonmaken. Nee, nee, ook niet. Huishouden, maar ik, ik ben echt voor, vooral voor een vrouw. Mm. Mensen zijn in shock als ze zien hoe ik leef en zo. Ja, maar het maakt niet uit. Nee, ja, maar een vrouw ook hoe bent. ik mijn koffers inpak, bijvoorbeeld. Dat zijn mensen hun eigen vooroordelen nee, over maar jou. maar besef even dat meisjes over het algemeen vrouwen, wanneer ze een koffer inpakken, zijn is het altijd veel netter dan die van de man. En als ze in een hotel aankomen, gaan ze dingen uithangen, uh, hakken hier, weet ik veel ondergoed in de la en weet Ik, veel, ik heb dat nog nooit in mijn leven gedaan. Besef. Ik heb nog nooit ergens mijn spullen opgehangen. Ik heb nog ja. nooit een nette koffer ja, maar ik ingepakt. Dat ik denk dat het echt stereotype is van oh, vrouwen doen dit. Maar ik ken echt fucking veel vrouwen die gewoon alles in een koffer putten. Ja, maar het voelt alsof ik de enige ben. Omdat nee, iedereen zeker, om mij heen niet. zo netjes is. Echt zeker niet, jongen. Ik ken zoveel vrouwen met ADHD en weet ik veel wat allemaal. En, uh, die zijn Hoe ik mijn koffer dan. inpak. Oh, mijn god, mensen waren in shock. Toen, toen ze mij voor die docu gingen volgen van Viaplay, gingen ze mijn leven volgen. Maar wie de fuck pakt zijn koffer uit? Ik heb dat nog nooit in mijn leven gedaan. Nee, niet uitpakken, inpakken. Ik moest dus naar Spanje, toen ging ik het inpakken. Maar letterlijk, hoe ik het in Voor een docu, besef. Dus je bent niet eens alleen. Dus je zou denken, oh, doe meer je best of zo, want je wordt gefilmd. <laughs> Oké, okay, ik ruim het later wel op. Nee, in ieder geval. Ik zeg dus van... Um, of pak anders dat bord erbij. Ja. Maar... Of in mijn <laughs> Waarom gingen die balletjes ineens rollen? <laughs> ja, oh, maar ik moest lachen en ik kwam lucht uit mijn neus. En het is weg. Dat was echt grappig. Ik vertel iets. En je hoort zo Ik vond Dat mooi van camera. Dat is een goede shot. Ja, het was ook zo luid. Alsof het echt 10.000 balletjes waren. Nou, in ieder geval. Je zou denken, doe dan iets meer je best. Maar blijkbaar heeft gewoon heel dat hoofdkantoor tijdens het editen helemaal dubbel gelachen om hoe ik mijn koffer inpak. Maar gewoon kei serieus. Ik zeg zo van... Oh ja, precies. Ik heb denk ik uh, ja, drie shirtjes nodig hier en zo. En dan <tie> maak ik er zo proefbal <tie> van. <tie> <tie> en dan gooi ik het in mijn koffer. Maar gewoon helemaal niet bewust dat dat eigenlijk raar is of zo zeg maar. En dan zeg ik ja, wat heb ik nog meer nodig? Ja, ik denk dat ik gewoon een paar sokken nodig heb. En dan doe ik zo hup, allemaal andere sokken zo ook in die koffer. Maar gewoon alles gooi ik zo erin. Oh ja, hakken. Oh ja, een beetje hakken. Uh, sneakers ook nodig. En dan ja, ik denk dat het zo wel goed zit. En dan bam, koffer, koffer dicht. Niet eens zo even zo organise of zo. En toen zei ze nog tijdens het opnemen van Lale, ben je serieus, is dit hoe jij je koffer inpakt? Toen zei ik ja, dat doe ik altijd. En toen zei Sofie van oh mijn god. En toen hebben ze blijkbaar gewoon dat, uh, dat eruit geknipt. <laughs> Omdat ze dachten, dit gaat gewoon niemand geloven. <laughs> ja. Ja. Oh, nou ja. Ik hoop dat ik. Ik, ik vond het wel echt leuk dat ze me gingen volgen voor een reality show. Maar dat het, ik vond het jammer dat het nooit online is gekomen. Maar ik wil dat echt nog een keer in mijn leven. is nooit online gekomen. Oh ja, dat heb ik nooit verteld. Maar via Place is dus blijkbaar failliet ofzo. of zo. ze hebben financiële problemen en um, ja, ze konden dat niet meer lanceren of zo. Maar het was nog een tijdje online. Ja, maar het is er weer afgehaald. Oh, ja. En seizoen 2 is nog nooit online gekomen. Mm. We zijn helemaal naar Turkije en zo geweest. Voor niks. Ik ging nog naar zo'n valje. Naar zo'n waarzegger en zo. Die ging allemaal dingen... Weet je nog, ik had verteld van hij zei allemaal dingen die klopten mm -hmm. en weet ik veel wat. Nou, allemaal voor niks gefilmd. Ik was naar Femke Halsema gegaan. En ik had best wel lijpe dingen gedaan. Het was ook heel leuk, vond ik. Die journey, zeg maar. Ja, yeah, dat lijkt me inderdaad wel leuk. Ja, ik, ik wist niet dat ik het zo leuk zou vinden van tevoren, maar een reality show is echt leuk mm. om van jezelf te hebben. Alleen ja, ik heb gewoon de beelden niet. Uh, het is allemaal voor niks geweest. En ik zou het juist in deze fase in mijn leven willen, maar ja. Als uh, was. Videoland! <laughs> als je wil. Ja, maar weet je wat ik jammer vind? Ik ben zwanger! <laughs> ja, weet je wat ik jammer vind? Vaak als ze dan het programma niet kunnen verkopen, dan blijft het gewoon zo. Dan wordt het nooit uitgebracht, maar gooi het gewoon op YouTube, je weet toch? Als, als niemand het koopt, ja. het niet kan verkopen, gooi tenminste op YouTube. Krijg je ja, nog een precies. beetje advertentiekosten ervan. Ja. Maar advertentiekosten, wat is dat? 2 ja, dat euro? is niks bijna. Ja, met dat soort kleine bedragen speelt een omroep als Viaplay natuurlijk niet. Mm -hmm. Hè, heb jij dit aangezet? Ik denk al, oh, waarom heb ik het zo benauwd? Die deken heb jij gewoon aangezet. Nou oh ja, ik had gewoon die stekker erin gedaan. Zo, so, oké. Okay. Um, nou, die pillen zijn echt, nou aanrader. Ik ja. zou het echt uh, bestellen. Misschien als we een volgende keer meeting doen met de groep, dat we van die pillen mm -hmm. meenemen, is best wel leuk. Ik heb uh, wel een leuk dingetje. Hè. Wacht ik ga even mijn mond leeg hoor. Oh ja, daar kregen we klachten over smakgeluiden en eetgeluiden. Ja. <laughs> ook nog zo, echt in die microfoon zo. Jij en Izzy en dan. Ik ging dus kijken en het was echt heel luid die smakgeluiden. Mm -hmm. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, ik hoorde het ook, <tie> uit, maar ik kon het niet eruit halen. Nee. Dus, uh, helaas. Nou, ik, ik, ik zag dus een nieuwsitem. Van de NVWA. Waarschijnlijk libido-verhogende stoffen in aantal honingproducten. Oeh. En dan denk je van, hé, hey, wat de fuck is dit nou weer? Maar wat heel veel mensen niet weten. Is dat uh, er is dus magische honing Die je kan kopen. Manuka honing. Kopen. Nee, dat is een dat zogenaamd goed voor je. Maar dit is alleen onder allochtonen. Bij Turkse supermarkten en Marokkaanse supermarkten kun je een sterke honing halen een medicinale honing noemen ze het vaak en dan is het gewoon in een pot of in een kleine sachet en als je die honing eet dan krijg je echt een harde erectie. Als je erectieproblemen hebt of whatever of je hebt geen er er erectieproblemen maar je wilt gewoon een harde erectie of weet ik veel wat dan kun je die honing Heb je nemen. Ook een zachte erectie? Ja, er bestaan <laughs> toch ook zachte erecties. Huh? Ja. Ja, soms is een erectie, is, is je penis gewoon zo hard als steen. En sommige mensen, als je het eens omlaag gaat, dan heb je gewoon een zachte erectie. Oh, dat heb ik dan nooit meegemaakt. Dan heb je nooit een uh, harde erectie. Maar, uh, dus mensen kopen dat dan. En dan um, eten ze die, dat honing. En dan kunnen ze gewoon een hele harde erectie krijgen en zo. En hetzelfde bestaat ook in Turkije. Hetzelfde dat, bestaat in alle landen. Uh, waar mensen dan. Dan is er iets van. Uh, vanuit de cultuur of whatever van in die kringen dat je dan een bepaalde soort natuurlijke iets kan nemen die er dan, door dan voor gaat zorgen dat jij uh, snelle en uh, kwalitatieve stijfers krijgt als het ware. Hoe heet die honing dan? Gewoon honing. Ja honing. Ik kan het letterlijk laten zien. Want eerst uh, even kijken. Hoe heet die supermarkt bij mij in de buurt? Oh, Marktplaats zomaar. Want ik keek laatst op de, super, op de website van. Uh... Je hebt het letterlijk in de microfoon geboerd. Ja ik weet het. <laughs> Het wordt steeds charmanter op onze podcast. Ja. Even kijken, Haarlem. Oh ja, ADL. Waarom Ad zeg je altijd Haarlem? Ja, <laughs> ik weet het. Weet je hoeveel mensen me daarop en al mijn vrienden spelen? Haarlem. Haarlem. Ja. Kijk, ADL Markt dit is een supermarkt bij mij in de buurt. En dan zie je van de dingen die ze verkopen, is dan dadels, walnoten, en dan heb je hier Temra Epimedium. Dit is dan Epimedium Lumajoon. Dit is de Turkse versie. Oh, ja. En dit is dan ook. Uh, kijk, deze honing is speciaal voor mensen die extra energie nodig hebben in hun leven. De honing bevat geen schadelijke stoffen dat slecht is voor het lichaam. De honing zorgt ervoor dat uw bloed wordt gestimuleerd, waardoor men meer energie krijgt en steviger in zijn schoenen staat en weer zin krijgt in zijn leven, what the fuck? Tevens oh, wow. is deze honing goed voor mensen die schimmel hebben op hun lichaam, bijvoorbeeld voeten of handen. Door het gebruik ervan verdrijft Ja, allemaal onzin. En dan staat er: wat zit erin? Gevilde bloemhoning, glucosestroop, moer bij stuifmeel, epimedium, johannesbrood, haver, gember, gelagolla. Oké. Okay. En epimedium is dan ook een van de ingrediënten. waarvan ze zeggen: van... hé, hey, dit is het actieve ingrediënt. wat er dan in zit. Maar dat is gewoon altijd. dat is dan uh, onderdeel van een plant, zeg maar. Dat is dan altijd onzin. Dus voor. Uh, hoeveel zit er hierin? Vijf. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Voor zes van die sachets betaal je 15 euro. Dus ja, bijna meer dan 2 euro per. Uh... Sachets, bedoel je gewoon zakjes? Ja, dit heet een sachet toch? Ik weet niet. Is dat een nieuw woord of zo? Nee, sachet. Zakje. Oh, oké. Okay. Ja, ik weet niet, ik hoor dat nooit. Ja, dus een uh, su suikersachet. Maar misschien is, <laughs> is, is, is dat, bestaat dat niet in het Nederlands hoor. Oh, je, uh, even kijken. Wikipedia, is het Nederlands? Nee, nou, waarschijnlijk een Engels woord. Maar hmm. dan zie je hem dus op die websites van die Turkse supermarkten en zo, zie je hem vaak verkocht worden. En op, oh. uh, op deze website, als je... Even kijken hoor, super sales. Hoe heet dit? Abbelmarkt. ADL, ja. Kijk, honing. Dan zie je dat ze echt veel ervan, uh, uh, veel soorten ervan hebben. Die dan allemaal een bepaalde... Ja, linde honing en zo. Ja, die dan een bepaalde effect hebben. En, en deze, deze winkel verkoopt verkoop dus dit het meest. Maar het Turkse supermarkten, Marokkaanse supermarkten, blablabla. En dat heb je in heel veel verschillende culturen. Een natuurlijk product. Dat helpt met de libido. Dat helpt met kwalitatieve erecties en weet ik veel wat. En altijd, altijd... Er is gewoon, er is geen uh, uitzondering. Blos. Nee, er is geen oh. uitzondering. Altijd zeggen ze tegen jou: het is de honing, het is de dit, het is de dat. Maar je zit altijd via Grijnen. Altijd. Ten alle tijden. Echt? Ja, zit dus er hier zit ook via Grijnen. Precies. En dat is waar de NVVA het over heeft. Die zegt. De Nederlandse Voedselwaardeautoriteit heeft sterke aanwijzingen dat honingproducten van 10 Nederlandse verkopers verschillende libido-verhogende stoffen bevatten. Deze producten worden online verkocht als middel voor een beter seksleven voor mannen en vrouwen. Indicatieve tests geven aan dat ze zeer waarschijnlijk de stoffen sildenafil, tadalafil en flibanserin bevatten. Sildenafil is uh, uh, Viagra, tadalafil is Cialis, dat is een langer werkende Viagra en flibanserin is een soort Viagra voor vrouwen. Dit zijn werkzame stoffen in medicijnen voor de behandeling van onder andere erectieproblemen en ze kunnen ernstige bijwerkingen hebben. De NVWA adviseert de consument om zulke honingproducten niet te gebruiken. Dus ze hebben bij negen verkopers in totaal 21 honingproducten aange, uh, 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 gevonden. En het hele ding is dus dat ze hebben nu, er staat nu wel, we hebben sterke vermoedens, want je doet eerst een test die dan meet op de aanwezigheid van die, uh, van die stoffen. Heel soms kan het een vals positief zijn, dus nu gaan ze nog meer onderzoek doen, maar ik kan je garanderen er zit gewoon viagra in en dat is altijd zo. En Waarom? Maar mag dat wel? Nee, absoluut niet. Mag absoluut niet. Maar dit gebeurt heel oh, ze vaak. Als doen doet gewoon. Ja, dit gebeurt heel vaak. Als jij een supplement koopt voor de libido of een bepaalde kruid koopt voor de libido als het jou sterke erecties geeft, zit er viagra in. Gewoon 99.99% 99 van de tijd zit er viagra in. Waarom? Viagra is ontzettend goedkoop. Ja, het is on ik kan letterlijk Elke persoon in Nederland een pilletje Viagra geven voor minder dan 2000 euro. In totaal hè? Voor die miljoenen mensen. <laughs> voor die mil Dat is hoe goedkoop de stof is. 2000 euro investeren kan ik 17, 18 miljoen. Viagra pillen creëren. Echt zonder problemen. Dat is hoe goedkoop Viagra is. En daarom wordt toegevoegd, zonder dat het op de ingrediëntenlijst staat. op Allemaal zelfsupplementen supplementen die je gewoon in de winkel kan kopen. Die worden er heel vaak. Uh, uh, hier kijk, ik kan gewoon letterlijk uh, Viagra found. Found in supplements of zo. En dan zul je gewoon meerdere nieuwsartikelen vinden. Hier TGA issues safety alerts after online herbal supplements found to contain Viagra. En dan heb je hier nog één. dietary supplements can contain Viagra, steroids or worse. Bla bla bla. Hundreds of dietary supplements are tainted with Viagra. En dit, dan, dit zijn allemaal andere artikelen. 2018, 2020, 2022, ja. allemaal andere artikelen. Dat is. Maar yeah. ik heb dan heel gelijk wat vragen. Viagra is heel ongezond als je hartproblemen hebt, toch? Viagra heeft eigenlijk niet echt een probleem als je de normale dosage gebruikt. En het gevaar hier is omdat jij denkt... kijk honing, dan heb je één zo'n zakje honing. Als het honing is, waarom zou je er niet vijf nemen? Als jij gelooft dat het alleen honing is. Mm -hmm. Je kan niet ziek worden van te veel honing. Maar als er Viagra in zit, dan neem je met vijf zakjes... neem je vijf keer hogere dosis Viagra. En dan ga je hartproblemen krijgen. Maar dan krijgen. Ze zeggen ze ja. erbij waarschijnlijk één zakje per week of zo. Ja, maar ze kunnen dus nooit zo zeggen van... oh, wees voorzichtig en weet ik veel Want dat is... Dat hoort bij een medicatie. Want jij probeert het onschuldig te brengen met het is maar een kruid, het is honing, het is een, een bepaalde siroop of weet ik veel wat. Maar er zit altijd Viagra in. Dus wat die mensen dan proberen dat te doen. En staat dan niet op de ingrediëntenlijst? Nee. nee, want dat is verboden. En, en deze producten zijn ook gecreëerd omdat mensen niet Viagra willen nemen, maar op zoek zijn naar een natuurlijk alternatief. Mm -hmm. En dan vinden ze dat natuurlijk alternatief en dan werkt het natuurlijk alternatief, maar omdat er Viagra in zit. Zeg maar waarom maar. willen mensen niet gewoon Viagra nemen? Omdat het eng is. En, en, die, en kijk, sowieso moet je het op recept krijgen van de dokter. Anders moet je gewoon echt mensen kennen die viagra illegaal verkopen. Uh, en mensen houden gewoon niet van medicatie. Want dan voelt het meer alsof er iets mis Chemisch. met jou is. Ja. En het is tegelijkertijd is een, een kruid of een honing die jou energie geeft. Dat is gewoon heel onschuldig. Ja. Het is gewoon, eigenlijk is er niks mis met jou, maar het geeft jou gewoon een beetje energie. Terwijl als jij Viagra neemt, dan is het van ja, je hebt gewoon erectieproblemen. Dat is dan de associatie die je er erbij maakt. Maar dit wordt heel vaak gedaan. Als jij een supplement uit de winkel haalt. voor dit doel. en het werkt om je dik hard te maken. zit er Viagra in. Kan ik letterlijk mijn lul omverwedden. Gewoon letterlijk. Ten ja. alle tijden. zit er Viagra in. Want het Viagra kost geen reet. Dus ja, dat vond ik heel interessant. En omdat het uh, wel. Uh, Um, maar kunnen dit soort merken dan niet enorme boetes krijgen als uh, hun product? Uh, ja, maar heel vaak dit product mag eigenlijk niet eens. Kijk, dit is epi epimedium Dit is gewoon gemaakt in Turkije. Dus wat is dan de Nederlandse vertaling? Uh, um, ja, uh, uh, wat is een macun? Een, een, een pasta? Soort, ja, een pasta. Uh, uh, een, 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 een spuitbare. Een een kruidenmengselpasta met Epimedium, zeg maar. Wat is Epimedium? En dat is dan een bepaalde plant. En dan zeggen ze van hé, hey, de actieve werking komt door deze plant. Dat is mm. dan wat ze zeggen. Maar die plant heeft helemaal niet zo'n werking. Tenminste, niet zo'n bewezen werking. Dus het is gewoon altijd via grijn. Horny goatweed heet dat ook wel eens. Ja, maar krijgen ze dan niet enorme boetes? Nee, want die, die, die producenten zijn over het algemeen gewoon ondergrondse labs. En ze zijn over het algemeen niet eens in Europa gevestigd. Nee, in ze Turkije worden gewoon of gemaakt zo. in Turkije. En dan wanneer jij. Fucking watermeloenen of whatever importeert, importeer je dat ook. En sowieso is het zo. Kijk, hier zit niet eens een, 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 een bijvoorbeeld ingrediëntenlijst op op de achterkant en dat soort dingen. En heel veel producten in een supermarkt, in een Turkse supermarkt, moet je maar eens een keer rondkijken, heb je heel veel producten waar geen ingrediëntenlijst op staat. Ja, dat was me opgevallen. Ja, en dat mag niet. Dat mag helemaal niet. Alle, pro alle producten in de winkel moeten een ingrediëntenlijst hebben. Behalve dingen zoals wijn, die, die zijn uitgesloten, maar ze moeten een ingrediëntenlijst hebben. Maar er, omdat het zoveel is op de markt en het meeste veroorzaakt, echt schade gaan ze niet echt uh, gaan ze er niet echt uh, uh, ingrijpen of zo ja. maar de NVBA waarschuwt er nu voor waarschijnlijk wanneer ze die testen helemaal hebben gedaan dan gaan ze uh, uh, dan gaan ze waarschijnlijk uh, hoe heet dat uh, maatregelen nemen en dat soort dingen en uh, blijkbaar is de douane er nu ook bezig dus hij ja, De douane heeft er plekken indicatieve test uitgevoerd die wezen erop dat de producten vermoedelijk ziel een en tadel veel be bevatten alle producten zijn daarom in beslag genomen dus uh, bij de douane hebben ze het uh, al, een, uh, al een beetje gezien. Maar ja, dit, dit ga je heel moeilijk tegenhouden. Want uiteindelijk, uh, ja. Maar is het uh, wel echt gevaarlijk? Waarschijnlijk er... kopen Turkse mannen dit. Die, uh, ja, Erexie maar kijk, problemen. over het algemeen, als jij Viagra gaat nemen. Viagra is dus bloeddrukverlagend. Als het ware. Het verlaagt jouw bloeddruk, toch? Even kijken hoor. Ik weet het niet zeker. Viagra, blood pressure. Ja, want het, de, het verwijt de, de bloedvaten. It can cause low blood pressure. Ja. Dus als jij al uh, lage uh, blood pressure hebt, dan mag je eigenlijk geen Viagra gebruiken, want dan wordt die nog lager. En dan ga je gewoon flauw vallen en dat soort dingen. Dan kan je gewoon doodgaan in principe. Dus als jij dat niet weet, dan, ja, dan kun je gewoon één pakje nemen en er fucked up van gaan. En of je kan er meerdere nemen en er fucked up van gaan. Maar het probleem is dat de voorzichtigheid en de. de Informatie die je verstrekt hoort te krijgen wanneer je begint aan een farmaceutisch medicijn, die mist omdat, omdat er wordt gedaan alsof het alleen gaat om honing. En ik vraag dan... me af hoeveel mensen dood zijn gegaan aan dit. Ja, waarschijnlijk krijg je gewoon. Ik denk, ik denk dat het moeilijk is om er echt dood aan te gaan, want dan zou je het echt moeten nemen en dan. <coughs> oh. Er zijn dus wel mensen krijgen. die op een soort van op miraculeuze wijze ineens dood gaan. Ja, ja. Je zou vast wel een paar mensen kunnen vinden die er dood zijn gegaan. maar waarschijnlijk zullen er veel meer... Uh, als hospitalized, hospitalized worden zeg maar in het ziekenhuis ja. opgenomen worden. Want uh, als je dit neemt en je bloeddruk gaat te laag of je krijgt hartproblemen. Ja, als je gewoon binnen een uurtje in het ziekenhuis bent, kun je vaak gewoon gered worden. Ja, en je kan het waarschijnlijk niet zo direct herleiden. Dus stel je neemt het gewoon langdurig en je neemt het net een keer iets te veel, dan mm -hmm. krijg je misschien hartproblemen of ja. zoiets en dan krijg je ineens een bloedprop of weet ik veel wat en dan ja. is dat de oorzaak, maar eigenlijk is dit de oorzaak zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja, ik vond het wel <coughs> interessant en ik ben benieuwd. Uh, dus als jij uh, heeft jouw lokale supermarkt ook uh, penis honing, geef het dan aan bij de NVWA en zet een leven. <laughs> er was zo'n case in mijn oude buurt <coughs> van een buurvrouw of zo in de familie. In ieder geval ze, die man was ineens dood gegaan zomaar zonder mm. reden en ze dachten dus dat die vrouw uh, stiekem Viagra in die koffie had gedaan of zo, mm. waardoor die dood was gegaan, want uh, het was al langer bekend. Dat zij die problemen hadden en hij had dus een slecht hart of zo. Oh ja. Dus er waren allemaal theorieën van, zij heeft hem eigenlijk vermoord. Ja, meestal als je op onverklaarbare <laughs> wijze doodgaat, dan doen ze wel een toxicologisch rapport om te kijken of er bepaalde stoffen in je bloed zitten. En dan dus zijn dat altijd? Um, als jouw dood niet verklaard kan worden, wel. Als je een hartaanval of zo hebt, dan uh, ja. Ja. Is dat het toch gewoon? Ja. ja, in principe wel. Maar er zijn een paar stoffen die je kan kiezen. Want hij die, had dus iets aan zijn hart ja. waardoor hij doodging. Oké, okay, ja. Mm, ja, interessant. Maar ja, dit hou je inderdaad gewoon niet tegen. Mm -hmm. Kijk, het is gevaarlijk als iemand... Stel, je hebt een hele onzekere dag. Ik zeg maar wat, het is weer niet gelukt. En je vrouw zegt tegen jou... Ja, wat ben je voor een man? Je kan me niet eens neuken. Je kan geen eens een erectie oh, ja. krijgen. Ik zeg maar wat. En dan denk je, weet je wat? Fuck it. En dan ga je vijf van die zakjes zo achterover <laughs> ja. drinken of zo. Ja. ja, kijk, dan is het echt problematisch. Maar stel, je doet één zo'n zakje per week... en je seksleven wordt beter... Ja, dan is het op zich geen ramp natuurlijk. Ik heb helemaal geen probleem met mensen die Viagra gebruiken... maar ik heb wel problemen met dat jij stoffen gebruikt... zonder te weten dat je die stoffen gebruikt. Ja, en dat, dat dan is ook aan, problematisch. dan koppelt aan honing en zo. Neem gewoon fucking Viagra. Ik bedoel, neem het gewoon. Ja. Ik bedoel, je hoeft je er niet voor te schamen... Gewoon, het, gewoon, het werkt heel erg goed. Je hoeft het niet in een fucking honingvorm te nemen. Pop gewoon een pilletje Viagra Ik zag net een pot die mij heel bekend voor... Ja, want je ziet komen. ze heel vaak in... Polenle of zo. Black ja, horse, die, ja. Die, die <laughs> heb ik bij Max. iemand gezien vroeger. Echt? Ja. Die, die zei, Oscar, dus maar... Dit potje komt me heel bekend voor. Ja. Herbal powder mixture with pollen dan zogenaamd. Maar het gewoon fucking Viagra in. Opa of zo. Ja, maar het probleem is ook van, kijk, je gaat het ook geven, vital honey heet deze dan. Kijk, omdat je denkt dat het heel onschuldig is, want het zijn gewoon kruiden en honing. Je kan het gewoon geven aan je kind. Je kan gewoon zeggen van, hé, hey, nou, nou, ik neem even een hapje van dit. Wil je ook proeven, alsjeblieft? En dan ben je, je kind, letterlijk je kind Viagra aan het geven. Oh my god, ja, wat gebeurt er dan dan? Ja, kijk, je krijgt niet gelijk een stijve van Viagra, maar als je opgewonden raakt, ja, dan ga je een stijver krijgen. En omdat bij een nee, kind maar stel je hoog... kind is negen. Ja, bij een kind, omdat het veel kleiner lichaam heeft, is de dodelijke dosage gewoon veel hoger. Uh, veel, uh, lager. veel lager, ja. Dus dat is heel uh, ja, problematisch. Maar daarom, NVWA die, uh, doet altijd dit soort dingen om uh, de mensen allemaal uh, gezond en weet ik veel wat te houden. Maar uh, ja, mensen zijn gewoon een beetje uh, ja, een beetje dommetjes. En daarom uh, gaan ze dan dit soort dingen doen. In ik wil geen medicatie. Nee, dus maar net wat je zegt noem... over kinderen, daar had ik nog niet aan gedacht. Ja. ja. Want ze denken natuurlijk dat honing is. Ja, want je, het, is, het is gewoon een stof waar je voorzichtig mee moet zijn. I ja. in, in, kijk, Viagra is veilig. Zolang je weet dat het Viagra is en dat je er niet vijf moet nemen. Dan is het gewoon ja. veilig. Niemand gaat vijf, gaat vijf pillen Viagra nemen, want dan ben je echt dom. Dat verdien je het gewoon om te gaan als je er vijf van neemt. Iedereen weet gewoon, je neemt eentje. En dat is meer dan genoeg. De meeste mensen hebben niet eens eentje nodig. Eentje heb je echt nodig bij problemen. Maar als jij denkt van, het is honing. Of het is een, een, een kruidenmengsel. Of weet je wat. Ja, natuurlijk. Geef een beetje aan je oma. Geef een beetje aan je kindje. Aan je moeder. Waarom niet? Dit is gewoon veilig. Het is gewoon gezond. Gezond. energie. Precies. Je denkt ook niet van, van hé, hey, dit is specifiek gemaakt om mijn lulhard te maken, maar het is gewoon van oh dit is een soort honing die jouw energie geeft ja, en ook een soort multivitamine. Precies en ook goed is voor de penis. Je denkt niet van oh dit is letterlijk een penis uh, uh, letterlijk een erectile dysfunction medicatie zeg maar. Ja en in Turkije doen al die moeders wanneer bijvoorbeeld hun zoon of dochter tentamenweek heeft of weet ik veel wat dan gaan ze allemaal dit soort dingen geloven ze heel mm -hmm. erg in. Dus dan gaan ze allemaal broodjes smeren met extra veel honing ja. en dit en dat. Ja. En dan heeft iemand ze in de supermarkt wijs gemaakt van: Kijk, zo, dit, je brein gaat hiervan werken, jongen. Je krijgt zoveel energie. Ja, precies. Ja, ik zag dit staan en ik dacht: van, Het zou me ja, niet verbazen als heel veel Turken Viagra hebben genomen. Oh ja, uh, onbewust. Tuurlijk. Ook kinderen en zo. Uh -huh. maar ja. Natuurlijk, maar deze dingen gebeuren heel vaak. Dus ook in de normale supplementenwereld is het zo dat. Um, Soms zijn er bepaalde supplementen die je gebruikt voor de sport. Voor fitness en zo. En dan werken die fucking goed. Zoals creatine? Oh ja, kijk, creatine is gewoon één stof. Creatine. En creatine moet je altijd nemen. Creatine is eigenlijk het meest bewezen werking, zeg maar. Het is heel goedkoop. Kost geen reet. Het werkt fucking goed. Bewezen werking. Naast creatine werkt. Vergeleken met creatine, al die andere dingen werken eigenlijk niet zijn. Hun geld niet eens waard. Behalve eiwit uh, eiwit natuurlijk. Doe je als je sport of gewoon überhaupt moet je. Kunnen? Nee, als je sport. Ja. Ook als je niet sport, is creatine gewoon goed voor je. Uh, creatine is het normaal. Zo? Ja, creatine is het normaal in biefstuk, zeg maar. Mm. Dus. In ongeveer uh, ik denk 100 gram biefstuk zit dan misschien een gram creatine of whatever. Mm -hmm. Dus de meeste mensen krijgen sowieso niet genoeg creatine binnen. Het is niet essentieel voor jouw lichaam, maar het heeft wel heel veel health benefits. Maar okay. los daarvan heb je dan kijk, creatine is dan één stof, maar soms heb je dan zoiets en dan heet het, weet ik veel, Tiger Power of zo. Dan heeft het zo een naam. En dan -workout. zijn het gewoon, ja onder andere pre-workout of Mobistep. muscle muscle uh, restore of weet ik veel wat allemaal. Er zijn in de markt ja Vroeger bijvoorbeeld Jack 3D en weet ik veel wat allemaal. Ja, Mobicep. Ja. Um, je hebt heel veel in het verleden heb je bepaalde merken gehad. die dan super populair werden. omdat ze fucking goed werkten. En vervolgens kwam men erachter dat ze er gewoon letterlijk anabolen in stopten. en ze daarom goed werkten. Oh, zeg maar. oh my god. Ja, want die stoffen zijn heel erg goedkoop. Dus als je er gewoon een beetje aan toevoegt. en je schrijft het niet op de label. dan kan jij het gewoon verkopen. zolang niemand jouw product test. En er wordt zo ongelooflijk weinig getest. Ik heb mm. twee supplementenbedrijven gehad. Niemand heeft mijn supplementen ooit getest. Gewoon ooit. Ik heb het in 17 verschillende landen verkocht. Niemand heeft me... Mij... Ik zou er pure coke in kunnen doen. <laughs> Niemand heeft het ooit getest. Mm -hmm. Dus, dus um, het is gewoon heel, heel uh, aantrekkelijk om gewoon een hele goedkope stof, waarvan we weten dat het werkt, maar het is verboden, want het is slecht voor je eigenlijk als je het on, uh, onverantwoordelijk gebruikt. Stoppen we dat gewoon erin. En dan werkt jouw product gewoon. En dan zeg je dat het komt door de... Roze die erin zit, maar het komt gewoon door de steroïden die erin zit. Dus je bent mensen aan het voorliegen omdat mensen heel erg uh... beseffen hoeveel kinderen van 14 nu pre-workout. <laughs> ja, ja, die en nemen er zijn heel om... veel van en die pre-workouts. Ja, je had vroeger dus een stof, DMAE, volgens mij, of EA, ja, DMAE, en die was, uh, die was dus verboden omdat die in een pre-workout zat. Hij, maar hij werkte fucking goed, maar uiteindelijk gingen er mensen dood aan. Oh, oh nee, DMAA, inderdaad. Het staat, staat nu op de Europese dopinglijst, um, maar er gunnen letterlijk mensen dood aan, want het zat in pre-workout en een fucking goede pre-workout ook. Jack 3D volgens mij destijds. Mensen gaan zich echt afvragen waarom ik dit weet, want dit is echt letterlijk 20 jaar oude bodybuilding informatie. Dus dit soort uh, uh, deze pre-workout zijn gewoon letterlijk mensen aan het dood gegaan. <laughs> oh wauw. Ja. Maar nu zit iedereen aan de pre-workout. Ja, iedereen is aan de pre-workout. Ja, maar er zit gewoon cafeïne in en. Uh, ja, het is, vaak zitten er gewoon stimulanten in. En dan, kijk, wat ze bij pre-workout ook doen, in pre-workout zet je beta-alanine. En wanneer je beta-alanine toevoegt en dat gaat nemen, dan gaan, gaat je lichaam zo tintelen. Je vingers gaan zo tintelen, je armen gaan zo tintelen en zo. En het doet helemaal niks. Je kracht is hetzelfde, je uithoudingsvermogen is hetzelfde, alles is hetzelfde, je herstel is hetzelfde. Maar omdat er een tintelend gevoeletje komt als bijeffect, geeft dat jou het gevoel van dat het werkt. Want je voelt het werken, zeg maar. En dat is de enige reden waarom ze het erin doen. Van, oh, er is een tinteling, en dan lijkt het alsof het iets doet, maar het doet niks anders dan jou een tinteling geven. Maar dan. Denk jij wel van oh ik voel het. Het werkt, zeg maar. En de rest is dan placebo. Over het algemeen is het gewoon cafeïne, beta-alanine, uh, citruline uh, achmatine, weet ik veel. Wat al die stoffen. Zijn laatste ding ook, ik doe dus laser ontharen en hij heeft een nieuwe laser, die is helemaal pijnloos. Mm. En hij zegt dus: ja, mensen twijfelen nu of het werkt, omdat ze gewoon niks meer voelen. Mm. Dus hij moet letterlijk soort van expres die andere laser gebruiken, of, of, ja. of, of die. Pijnloosheid iets verminderen. Ja. Zodat mensen tenminste een beetje pijn voelen, waardoor ze mm. voelen dat het werkt. Ja, precies. Ja. Zo simpel zijn mensen gewoon. Ja, bij lasers is het heel erg. Als je zeg maar gaat laser ontharen, dan wil jij dat jouw laser een bepaalde kleur is, een bepaalde golflengte van kleur is, dat hij wel zwarte dingen warm maakt maar dingen die niet zwart zijn, niet warm maakt, zeg maar. Dus het contrast tussen jouw huid en jouw haar moet zo hoog mogelijk zijn. Als jij blonde haren hebt, is het heel moeilijk om ze te laseren. Bij IPL is dat? Bij alle lasersoorten is dat zo. Zeg maar het... Je hebt nu ook soorten die gewoon... Uh... Ja, ze, ze lukken wel, maar het is moeilijker, zeg maar. Want mm. zeg maar, uh, tenminste moeilijker in de zin van je gaat meer pijn krijgen, zeg maar. Okay. Want als jouw huid en jouw haar dezelfde kleur is, dan gaan ze evenveel van het licht opvangen. Maar als jij hele zwarte haren hebt en hele witte huid. dan gaat vooral jouw zwarte haar het opvangen. En daarom kunnen zwarte mensen. Die, uh, bij hun werkt lezer het minst goed. Ook, uh Blonde mensen. Ja, blonde mensen met blond haar witte mensen met blond haar en zwarte mensen met zwart haar. Daar werkt het het minst goed. Ook, uh, en bij tattoo removal, dat werkt ook heel erg slecht bij, bij zwarte mensen. Want de tattoo is zwart, dus je hebt alleen het zwart vernietigen. Maar jouw huid is ook zwart, dus jouw huid vangt ook die warmte en die energie op. Dus je krijgt een lichtere huid. Ja, je krijgt gewoon meer pijn. Je krijgt oh. gewoon veel meer pijn. En minder van de energie gaat alleen naar de inkt of alleen naar de haarzakje. En het wordt meer verspreid over je hele huid, zeg maar. Dus de truc bij lezen is echt een perfecte kleur vinden, die dan alleen de haarzakje, de, haar, de energie naar de haar stuurt en niet naar het huid, zeg maar. Wat doe je met pijnloos te maken? Hoe bedoel je? Dus als het, als het de energie alleen naar de haarzakje stuurt en niet naar de huid, dan voel je het niet meer, zeg maar. Dan voel je geen pijn omdat dan, okay. omdat dan alleen de haarzakje uh, opgaat. En als het, als het dan een wat bredere laser is, die ook je huid meepakt, dus die minder goed werkt, dan heb je meer pijn. Maar dan denk je juist van, oh ja, het werkt beter, want nu voel ik pijn, zeg maar. Oh ja, precies. Maar je hebt dus nu ook gewoon pijnloze laser. Ja, 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 ja precies. Dus dan is het verschil uh, gewoon groter tussen hoeveel energie hij stuurt naar de huid versus de haar. Hoe kan dat eigenlijk, dat het werkt zonder pijn? Ja, ik ja op die manier dus. Dus... Stel je voor... Ja, even kijken. Uh... Nee, want kijk, ik heb zeg maar altijd zwarte haren en witte huid gehad. En ja. bij de eerdere laser deed het fucking veel pijn. Ja. En nu bij de nieuwe laser voel je bijna niks. Ja, dus bij die oude laser is die kleur op een manier... waarbij het meeste van de energie naar jouw haar gaat... en een deel naar jouw huid gaat. En dan voel je die naar jouw huid gaat, voel je dan ook, ja. zeg maar. Maar jij wilt eigenlijk een licht die... Bijna 100% alleen naar de haar gaat en het niet naar de huid gaat. En als je dat doet, en dat is wat die nieuwere lasers doen, dan voel je gewoon die pijn niet. Want jij kan de hitte in jouw haarzakje kun je niet echt voelen. Je voelt hem, de zenuwen zitten in jouw huid, niet in jouw haarzakjes, zeg maar. Dus alleen als, als jouw huid die licht, die energie opvangt, dan zou je de pijn voelen. En omdat die nieuwe lasers gewoon beter zijn, voel je dat niet. Oké, okay. duidelijk. Thanks voor deze information. Hoe lang nemen we al op? Uurtje? Oké. Okay. Um, ja, ik had net geproefd, maar het is wel weg, ja, nu. Gadverdamme, wat is dit nou voor een vieze <laughs> Ja. <laughs> het is nu weer gewoon. Uh... Jij had een filmtip genaamd Poor Things. Je zegt het is een goede feministische film. Oh, sorry, je mond is weer vol. Oh ja. Het is er nog wel een beetje. Ja, klein beetje. Ja. Ik denk aan de zijkant van mijn tong of zo. Ja, Portings vond ik echt een goede film. Hij heeft ook Oscars gewonnen. Emma Stone heeft er een Oscar voor gewonnen. Heb je Marriage Story gezien? Die heb ik laatst gezien. Zo mm, leuk. Nee. Die heeft ook Oscars gewonnen. Ja, Portings gaat basically om. Uh, het is van een oud boek. Hebben ze een hele film van gemaakt? Een hele artistieke film. Maar het idee is basically van er zo een soort van dokter. Een soort Frankensteinachtige dokter. Die dan uh, in mensen opereert en allemaal dat soort dingen. En op een dag vindt hij iemand uh, in het water, een dood persoon. En dat is dan een vrouw die zwanger is en van de brug naar beneden springt om zelfmoord te plegen. Ze brengen haar lichaam naar haar, ze is dood. Maar hij komt erachter dat baby nog wel leeft, zeg maar. Maar de baby kan alleen overleven als het lichaam leeft en het lichaam leeft niet meer. Dus wat doet hij? Hij haalt de baby eruit en dan haalt hij de hersenen van de baby eruit en dan stopt hij de hersenen van die baby in die moeder. Oké? Okay? Dus dan gooi je de baby gewoon weg. En dan Dit klinkt niet realistisch. Nee, het is ook niet realistisch. Maar het is van een heel oud verhaal. Een soort Frankenstein-achtig. En dan, wanneer zij herstelt, dan is zij gewoon een baby. Dus dan kan ze nog niet goed lopen en geen woorden maken en weet ik veel wat. En langzaam groeit ze dan op. Heel, heel snel, zeg maar. Echt, je moet je voorstellen dat vijf jaar of tien jaar aan ontwikkeling gaat. Gewoon in een paar dagen. Langzaam wordt ze steeds een, een mens, een vrouw. Een volwassen vrouw, zeg maar. En... Um, maar omdat ze nooit naar buiten is geweest, nooit naar school is geweest en alleen maar daar thuis is opgevoed, heeft ze niet de, de hele ideeën van, de, de dingen die we verwachten van vrouwen. Dus er is een bepaald moment waar ze geld nodig heeft en dan wordt ze gewoon hoer. En dan in, in Frankrijk gaat ze dan in een, in een uh, bordeel werken. En dan de man, man die haar dan leuk vindt, wordt dan helemaal gek van, oh, wat ben je mee bezig? Nee, dan wordt hij gewoon helemaal gek en agressief en weet ik wat. En zij begrijpt het dan gewoon niet. Ze denkt van, maar waarom? Ben je zo boos? Omdat ik seks heb met andere mensen. Waarom ben je daar zo boos op Beetje. En allemaal dat soort dingen. Dus andere man die zegt weer van hé, hey, ik wil met je trouwen, laten we verloven. Dan zegt ze oké, okay, nou laten we verloven, laten we trouwen. Maar eerst wil ik met deze man, met deze andere man, wil ik dan op vakantie en neuken en weet ik veel wat. En dan komen we weer terug. En dan vindt zij dan gewoon een heel normaal idee. Van ja, het zou gewoon moeten kunnen. Maar volgens onze societal norms is dat helemaal niet normaal. Dan ben je een hoer, dan ben je een slet en weet je veel wat. Want jij bent iemands bezit. Wanneer je iemands verloofde bent... dan behoor je alleen tot die persoon en weet ik veel wat. Maar het hele, je merkt al die... Wel een goede film. Ja, je merkt al die feministische ondertonen... merk je dus niet. Want eigenlijk gaat het meer... Eigenlijk lijkt het helemaal niet op een feministische film. In nee. de zin van het is niet in your face. Maar het zijn. Het, 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 maar het daagt gewoon onze ideeën uit. Van... Precies, precies. Maar het mooie eraan vond ik. Het is echt zo'n feministische film. waarvan je niet doorhebt dat hij feministisch is. Dus het voelt niet zo geforceerd, zeg maar. Maar ja. het is gewoon een soort van filosofische film. die mm. gewoon uh, uh, je, je uitdaagt, inderdaad. En dan met een. Uh, 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 dat het voornamelijk feministische vraagstukken zijn uh, die, die het uitdaagt. Dus ja, ze heeft er een Oscar voor gewonnen. En uh, het heeft echt een, uh, een 8.5 of zo op IMDB. Dus echt een hele goede film. Dus ik zou het aan iedereen aanraden. Dus uh, ja, dat. Oké. Okay. Waar het. kan ik het uh, op kijken? Uh, goede vraag. Ik heb hem gewoon uh, gedaan. Want hij was ook een tijdje in de bioscoop. Oh, ja. Maar uh, ja, hij is nog steeds in de bioscoop. Oh, Oké, okay. dan ga ik naar de bios. Dat is wel leuk. Um, er is een bom gegooid naar de Israëlische ambassade. Echt waar? Hier? Echt? In Nederland, ja. Door een Amsterdammer. Wat? Ik heb er helemaal niks van gehoord. Bom? Even kijken. Bom op Israël. Oh, dit is Buenos Aires. Hier explosief bij... Nee. Huh? Ik zie <laughs> Wat zeg niks. ik? Waar heb ik dit gelezen dan? zie helemaal niks. Oh, is explosieve dienst bij de Israëlische ambassade. Dit is 8 februari. Dit is het ook niet. Ga eens even naar nieuws. Ik heb het toch echt ergens gelezen. Hè? Een maand geleden, een maand geleden. Een Verzin maand ik dit aan mijn kont of zo? Jawel. <laughs> ja, Israëlische ambassade aanslag of zo. Even kijken. Ik heb er helemaal niks. Ver... Brandaanslag of op. Oh Israëlse... hier, drie oh, dit... dagen dit... geleden. Hè? Maar waarom staat het alleen op deze? Hè, waarom staat het niet op het normale nieuws dan? Ik heb het in het parool gelezen, dacht ik. Oh, de Haagse politie heeft inmiddels bevestigd dat er een brandend voorwerp naar de ambassade is gegooid. Oh, er zou een gedachte aangehouden zijn. Ik had uh, begrepen brandbom in een podcast, maar I don't know. Ja, vannacht... Wat is een brandbom eigenlijk? Uh, een brand is gewoon een of cocktail. Dus dan, dan is gewoon een uh, oh, ja. glas ding met benzine erin, dan gooi het en dan breekt hij dan nog het en dan gaat alles in de fik. Uh, heeft zojuist een verklaring afgegeven vanochtend. Is richting de ambassade van Israël in Den Haag een brandend object gegooid. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het is, blablabla, bla bla, er zijn gelukkig... Ja, verder ongevallen. is er niet veel bekend, geloof ik. Nee, er is, ja, ik denk niet dat het heel veel voorstelt. Nee. Aanval met brandend voorwerp op ambassade Israël. Nou, er is niemand gewond of zo. Gelukkig. Ja, nee, maar wel bij ambassade in Stockholm. Een maand geleden was er een explosief die onschadelijk is gemaakt, dus... Oh ja, waar ligt Stockholm nou. ook alweer? Zweden? Uh... Oh ja, Zweden is echt helemaal naar de gallen de Galle -Mizel. heb ik begrepen. Zaden vanochtend, 25 jarige Amsterdammer. is gearresteerd. Oh, een Amsterdammer ja, in Zweden. Oh, nee, nee, die van oh, nee. Die, die van die hier, dat is gewoon een 25 is ook Amsterdammer. best wel jong. nu ja. al zijn VOG kwijt. Ja, maar het is gewoon iemand die dan gewoon fucking boos wordt en dan gewoon echt iets doms doet zonder het erover na te denken. Ja, uh, ik heb begrepen. dat Thierry Baudet een nieuwe parfum heeft of zo. Oh ja, iemand stuurde dat in de groep. Maar ik heb ja, dat nergens uh, kunnen vinden. Het was ook echt gewoon. Uh, even kijken. Oh, de cherry. Ja, maar dat was ook echt gewoon. Was er dat een allemaal, grap? Het waren allemaal rare fouten ook op. Even kijken. Uh, oh, het is echt? Ja, kijk. Sterk en ongetemd voor de energieke en charismatige man. <laughs> Niet charismatisch, maar charismatig. Oh, <laughs> ik vond dat zo'n goede selfown. Wow. Alsof je matig bent in je charismatische. Ja, maar het komt omdat het in het Engels is. Het charismatic, dus charis ja. charismatig hebben ze er dan van gemaakt, zeg maar. Oh, diegene is dan echt is geen woord. Heeft dus, Cherry dit gedaan? Ja, en charismatisch. Zo, de drugs is wel naar zijn hoofd gestegen <laughs> ja. dan. En iemand schrijft hier Turkse roos. Wat is er mis met het Nederlandse tulp? <laughs> Want een van de geurnoten oh, is Turkse roos. Hardnoten Turkse roos. Bestaat er een Turkse roos? Ja, Nog nooit gehoord. Geen idee. Je hebt wel Turks fruit, maar een Turkse. roos. Je hebt roos? verschillende. Je hebt, je hebt hier ook een andere parfum. Ralph's Choice. Is Ralph iemand van de ja, FNV? Ja, Ralph Dekker. Ja. Maar bestaan deze parfums echt? Volgens mij is dit een joke of zo. Ja, het is ergens op een. Uh... Kunnen we even zoeken Ode oh, Cherry of het te koop is? Zeg maar? Ja. Dan staat het vast wel op zijn webshop. Oh, nou ik krijg gewoon letterlijk uh, autocomplete. Uh, nee, het is niet te koop. Jawel hier. Uh, geen enkel regime. Parfum. In de hal van het congrescentrum worden stenen uiltjes van Minerva verkocht. Een knipoog naar Buddets om het omstreden speech. Ze staan naast waterfilters waarmee regenwater kan worden opgezet, omgezet naar drinkwater. Verdrop staat een kraampje met boeken over hoe je kanker en artritis kunt genezen met gedachtekracht. En ook oh in het assortiment. Eau de Cherry. Een sterk en ongetemd parfum voor de energieke, charismatische man. Niet alles wat uh, Baudet aankondigt, komt van de grond overigens. Van een eigen woningbouwvereniging voor fvd leden Een week- of dan voor een cryptomunt en een dating-app voor FVD-ers, werd nooit meer iets nee, vernomen. Nee, klopt. Dat hebben ze al heel lang geleden aangekondigd. Ja. In de rij hij ook van een eigen bank, een verzekeringsmaatschappij <laughs> of een woningcorporatie. Zodat we echt ons ook geografisch erg... kunnen organiseren. Yeah. Ik zou echt soms willen dat ik narcist was. Het <laughs> ja, lijkt me echt een fijn leven. Het enige wat deze man wil, is geld Want niemand heeft, zeg maar, alleen andere mensen hebben last van jou. Narcisme. Ja. Maar niet jijzelf. Jij ja. denkt gewoon dat je God op aarde bent. Ja. Gods plaatsvervanger. En dat heeft die Cherry dus ook. Het is Hij is gewoon niet... Zijn energie wordt ook niet minder. Hè? Maakt niet uit wat de kranten over hem schrijven. Niet uit, maakt niet uit wat de mensen over hem zeggen. Hij blijft gewoon... Uh, dingen lanceren en dingen doen en boeken schrijven en podcast maken en blijft gewoon helemaal energiek en op TikTok is hij heel groot mm. dat irriteert me wel wanneer zeg maar zo mensen die helemaal niks met politiek hebben die gaan dan ineens zijn video naar mij doorsturen of zo en mm. huh. mm. <laughs> dan denk ik echt van ja daar heb je hem weer ja het is echt um, het gaat hem echt voornamelijk om um, zoveel mogelijk inkomstenstromen uh, creëren ja. Zeg, zie nou. Ik begin het weer koud te krijgen, jongens. Ik nou, ga doe maar mijn, je dingetje op. Ik ga of mijn dekentje doen. Wil jij nog een beschuit met muisjes? Nou, ik ben wel goed. Even kijken, ik wilde deze. Wat hebben ze hier erover geschreven? Dit is een Nederlandse traditie, toch? Ja, maar dit at ik uh, groep 7 en 8 kreeg ik dit als brood mee vanuit huis. <laughs> Waarom? Zeg maar dit met. Uh, maar muisjes met anijs, hagelslag. Ja, ik vond dat, dat destijds lekker. Ik heb dus altijd maar is dat gebruikelijk, dat je dit op brood doet? Nee, toch? Dit is alleen voor nee, als je zwanger bent. Je ik kreeg gewoon bent. boterhammen met dat inderdaad. Maar het ding was dat, daar dus, Candace Owens was daar. Ja, zij hebben echt gewoon Andrew Tate, Candace Owens, Pearl, iedereen komt daar langs, hè? Kwam Andrew Kek. Tate daar naartoe? Nee, maar zij zijn naar Andrew Tate gegaan. Oh ja. Dat vis. was blijkbaar geen AI. Zij is dus ontslagen bij, uh, bij dat bedrijf van... Uh, zij zat toch bij, uh, hoe heet dat ook alweer? weet ik niet. Uh, ben Shapiro heeft een heel mediabedrijf waar al die conservatieven zitten. Ze hebben allemaal hun eigen show. Waarom is zij ontslagen? Ontslagen? Dan? Ja, Omdat het gewoon fucking bad shit crazy is. En heel erg anti joods is ook heel. Uh, anti is. Dus, uh, yeah. Dat is wel dom, toch? Als je bij Ben Shapiro werkt. Moet de je niet anti joods zijn? Pearl Davis, een populaire YouTuber yeah. die vindt dat echtscheiding verboden moet worden. en het vrouwenkiesrecht afgeschaft. mag Bouwer oh ter my. afsluiting van het middagprogramma interviewen. God. Naast Bouwer is het. Candace Owens, door de FVD-leider eerder aangekondigd als belangrijk spreker vandaag. Ja, dus. Maar dat zij ook komen gewoon. Ja, maar het is heel slim om te connecten met die Amerikaanse conservatieve vleugel. Nee, voor hem is het slim. Maar waarom komen ja. zij naar een nietszeggende politicus in Nederland? Ja, ze zijn gewoon uh, dingen aan het uitwisselen. Fans aan het uitwisselen. Macht aan het uitwisselen. Want er zijn, er zijn hele grote... Maar zij hebben niet veel macht meer. Ze hebben drie zetels. Ja, ik weet het. Maar als ze internationaal gaan, gaan ze wel uh, veel, veel uh, geld kunnen ophalen, zeg maar. Want er zijn heel mm. veel miljardairs in Amerika. Hele conservatieve oliemiljardairs. Die ontzettend veel geld pompen in... Uh, in dit soort programma's. Ben Shapiro krijgt echt fucking veel geld om zijn programma's te maken. Ze gaan letterlijk een conservatieve Disney maken nu. Met allemaal tekenfilms die dan. Uh, oh my god. Tekenfilms waarbij vrouwen niet elkaars handen vasthouden. Zo. <laughs> echt, uh, echt lijp. Ja, er is deze week echt veel gebeurd, man. Jordan Petersen's interview met Destiny was ook zo lijp. Heb je daar ja. iets van meegekregen? Ja, Casper stuurde fragmenten. Ja, maar ik dacht echt, wat bent. is dit voor gesprek? Ja. Het ging echt alle kanten op hoe en ik kon het helemaal niet volgen. Oe, wat voor lijpe antifaxer Jordan Peterson is geworden. Het is echt fucking absurd. Hij ziet er ook steeds bozer uit. Vroeger mm. was hij niet zo. Vroeger was ja. hij altijd kalm en collected. Ja, precies. En nu is hij gewoon zo'n boze. Mm -hmm. Ja, maar ik merk dus echt, kijk, heel veel mensen onderschatten dit, maar. Kijk, er was een periode waar het internet voornamelijk links was. Er was een periode. Dat heb ik niet eens meer meegemaakt. Ik weet het. Maar, maar, omdat, zeg maar omdat, omdat, omdat linkse mensen vaak progressiever zijn, maken ze vaak ook sneller gebruik van nieuwere technologieën. Ze adapten sneller tot nieuwe technologieën, zeg maar. En conservatieve mensen wachten dan wat langer. Die, gaan dan, die komen dan later mee met technologieën. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar je kan daar gewoon gemiddeld eens uit halen. Het is gewoon zo: progressieve mensen kopen eerst elektrische auto's en dan gaan. Gaan conservatieve mensen ze allemaal uitlachen van haha. En dan kopen ze zelf ook elektrische auto's. Zeg Je hebt maar. toch ook allemaal <laughs> studies naar conservatieve en progressieve mensen? Mm -hmm. Bijvoorbeeld die Paul Joseph Watson zegt van ja, sex life is better van uh, conservatieve mensen en zo. Maar die studies, ja. Ik weet niet hoe ze. Het... Ik weet niet hoe je sekslife moet. Uh... Ja, precies. Dat vind volg... ik eigenlijk. Ja, dat vind ik een rare claim. dat sekslife van conservatieven beter zou zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het seksleven van mijn ouders beter is dan dat van mij. Maar, ja, okay. precies. Wat is überhaupt conservatief? Kijk je dan naar religieus? Kijk je dan ja. naar rechts? Kijk je dan naar VVD? Kijk je dan naar FVD? Wat is ja, maar het je... lijkt me sowieso raar dat jouw seksleven goed kan zijn als jij. Want conservatief is eigenlijk dat je je hele leven één partner hebt gehad. Dat is het meest conservatieve. Ja. Dat je gewoon met iemand trouwt op jonge leeftijd. Maar dan kun je alsnog vriendin. een betere seksleven hebben. Ik denk niet dat je een betere seksleven. Ja maar, ja, maar dat is hetzelfde als je hebt maar één dik gehad, dus je vindt dat goed. <laughs> Weet je? Ja. Dat is alsof, alsof je iemand maar één koekje te eten geeft. En dan zeg je: hoe goed, hoe lekker vind je dat koekje? Ewa, ja, zonder vergelijkingsmateriaal is dat weer dat is het lekkerste koekje. Ja, precies. Zoiets kun je gewoon niet onderzoeken. <laughs> ja. Want wat is, wat is het woord goed waard van, ja. een, van iemand die. Uh, gewoon in een traditioneel huwelijk zit. Zeg ja, maar. precies. Maar je zag dat dus. Je zag dat het internet echt zo links begon. En al deze complottheorieën. Antifax en weet ik veel. Wat, dat was allemaal heel erg links. Het waren linkse fucking voetbalmoeders. Uh, die dan zo hippieachtig waren. Die dan hun kinderen niet gingen vaccineren. Dat waren de mensen. Het was heel erg links. Hippies die dan allemaal waren van nee. Geen pesticiden en organic eten. En weg met de farmaceutische industrie. Weg met vaccins en weet ik veel wat. En dan groeien er. Met de tijd groeien je er een soort van uit. Dan, dan, dan val je voor bepaalde dingen. En sommige mensen groeien er dan met de tijd uit. Maar dan komt zo die conservatieve wave. ...komt dan op het internet. En wat heel veel mensen niet beseffen is dat het maakt niet uit hoe slim jij bent. Jij kan Elon Musk zijn. Jij kan Jordan Peterson zijn. Je kan 40 jaar lessen begeven op een fucking universiteit. De, de meest hoogstaande expert zijn in je veld. Maar zolang jij dan. In dat wereldje komt, in een Twitter-wereld of op een YouTube-wereld, een wereld waar jij niet eerder bent geweest. Je bent niet bestand tegen die wereld. Je mag alles weten over psychologie of natuurkunde of weet ik veel wat, maar hier weet je niks over. Dus dan kom je op zo'n platform, op het internet, op Twitter of op YouTube of weet ik veel wat, en dan ontdek je dingen die nieuw voor jou zijn. Dan ontdek jij, dan krijg jij opeens de argumenten. die twintig jaar geleden de linkse mensen gebruikten tegen vaccins. Dan, 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 dan is dat de eerste keer dat jij tegenkomt. En dan val je eigenlijk voor iets waar. Een, een deel van de mensen twintig jaar geleden voor is gevallen. Ja. En, dan, en dan wordt Antifax. dan opeens een rechtsding. Of tegen de farmaceutische industrie zijn. wordt opeens een rechtsding. En dan denk je van. ja maar tien jaar geleden was het links. Tien jaar geleden was het leven. Ja, Sander noemde dat wellnessrechts rechts. Ja, en dat is nieuw opgekomen dus. Omdat, ze, omdat zij er nu pas mee worden geconfronteerd met die dingen. Want ze, 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 ze komen erna. Het zijn conservatieve mensen, dus die wachten. Die komen achteraf altijd met, met die dingen. Ze wachten altijd het langst. Met het adopteren van nieuwe informatie en nieuwe technologie. Dus dan krijg je dat. En dat zie je dan ook in Jordan Peterson. En ook in Elon Musk. Elon Musk zit nu op Twitter helemaal van. Oh, Amerika. Laat zoveel vluchtelingen binnen, zodat ze die vluchtelingen kunnen laten stemmen voor de Democrats. Oh en ja, dat zeggen ze al... in Turkije ook. Ja, maar het is zo'n dom argument, want in Amerika mag je niet stemmen. Gewoon let, er zijn, er zijn mensen, er zijn illegals in Amerika, die al 40 jaar in Amerika wonen, die nog steeds niet mogen stemmen. Dus het is gewoon een hele domme uh, uh, conspiracy. En elke keer. Uh, als hij wordt verbeterd. Dus op, heb je wel eens op, op, op Twitter community notes gezien? Dat iemand dan een claim maakt. En dan is hij zo community notes. Gaat iemand het verbeteren? Van dit klopt niet. Of weet ik veel wat. Ja. En heel veel van de dingen, van de conspiracies... die hij heeft verspreid. Is er een community note ondergekomen. Dus dan staat er van. Wat Elon Musk hier zegt klopt niet. Het zit zo en zo en zo. En dan kijk je een half uur later. En dan is het verwijderd. Mm -hmm. Weet je, dan is zijn. Want hij is de baas. Ja. En zijn tweet staat er dan nog. Maar de correctie heeft hij dan gewoon laten verwijderen. En dan. Is het voor mij gewoon heel erg duidelijk dat je gewoon een kind bent. Met gevallen voor domme shit op het internet. Want je hebt helemaal geen ervaring op dat gebied. En vervolgens fluit iemand je terug van: hey ho, ho, je zit hier fout. En dan heb je niet de ballen om het toe te geven. Want je ego is gewoon van hier tot Tokio. En dan is het van: nee, haal dat weg. Ik wil niet dat mensen weten dat ik fout zat. Als zo... Elon Musk dat al doet. Ja, het is zo fragile. Dan verbaast het me echt niet dat bijna iedereen dat ook. Want ook onder Sam Mokro en weet ik veel wat. Ja. Elke keer als iemand. Ik bedoel, wij zijn ook geblokkeerd door Samuel. Ja. En die Sham Adriaan, die corrigeert ook continu mensen. En hij wordt ook door iedereen geblokkeerd. Uh -huh. Maar ik vraag me altijd af: waarom zou je een correctie, wat gewoon met feiten gestaafd is, waarom zou je diegene blokkeren? Ja. Je kan ook gewoon die correctie laten en denken: van nou, ik ben het er niet mee eens. Ja, je kan het of, ook gewoon negeren. Maar als je het blokkeren. Je kan erop je je antwoorden. Ja. Maar blokkeren. Dan, dan zeg je eigenlijk: is, ik ben evil. Ja, dan Zo zeg van, je ik denk dat ik fout zit, maar ik wil het niet toegeven. Ja, precies, ik wil het niet horen, ik wil het er niet op laten staan, zodat anderen het ja. niet zien. En ik wil überhaupt de waarheid niet naar mensen brengen en ook niet naar mezelf. Zoiets ja. zeg je dan. Denk, die zegt gewoon Maar ik, ik het dat, dat blijven voorliegen. Ja, maar ik dacht dat het echt iets voor alleen domme mensen was. Maar zelfs ja. Elon Musk doet dat dus. Ja, want je, je moet ze als een soort van mens zien. Kijk, als Elon Musk, als je hem ziet als iemand die gewoon... Heel erg neurderig en onsociaal is geweest voor de grootste deel van zijn leven. Mm -hmm. En na zijn 30ste, 35ste, echt pas heel erg succesvol is geworden. Dan ga je dat leven dat je eigenlijk in je jeugd had moeten leven. Met zelfverzekerdheid en allemaal mensen die jou mogen en vannen en zo. Ga je nu leven. En dan mm -hmm. is het gewoon heel lastig om hem. Maar er zijn ook mensen die daar wel mee kunnen omgaan. Toch? Ja, heel veel mensen kunnen er Mark heel goed Soeker, mee omgaan. Mark mij Ja, best bijvoorbeeld. Normaal. Maar daarom is het belangrijk dat jij jou... Dat jou, jou uh, 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 fulfilling, zeg maar jouw... hoe heet zoiets? Dat je jouw uh, voldaanheid. voldaanheid haalt uit. Kijk, Mark Zuckerberg zit niet de hele dag op Twitter te tweeten met mensen en met mensen in discussie te gaan op het internet. En weet ik veel nee. wat. Waarom? Hij is CEO, hij heeft het fucking druk. En daarnaast heeft hij gewoon zijn vrouw en zijn kinderen. Zijn ja. enige vrouw en zijn enige kinderen. Waar hij gewoon tijd mee spendeert, zeg maar. En dan, haal je, dan krijg je daar een voldaan gevoel bij. En dan hoef je waarom de fuck zou het jou verder. Of er een uh, uh, discussie gaande is op, op Twitter of zo. Maar Elon Musk die heeft sinds hij echt begon met twitteren en zo. Iemand had ooit een lijst gemaakt van zo'n graph gemaakt: van hoeveel minuten per dag Elon Musk op Twitter zit. En het is echt veel. Het is echt veel. Dat je denkt van, je bent CEO van zoveel bedrijven, je bent zo groot fucking druk. Want hij kwam altijd met de dingen van ja, ik slaap gewoon op kantoor op de vloer, want het moet af en weet ik veel wat allemaal. Maar je zit op Twitter, grap. Je zit meer op Twitter dan de meeste mensen. Sterker nog, je zat zo lang op Twitter. dat je het niet kon tegen de regels van Twitter. waardoor je het hebt overgekocht. zodat het volgens jouw regels kon. Maar dan is het tegelijkertijd wel van. oh nee, ik ben een hele hardwerkende CEO. en weet ik veel wat allemaal. Maar uiteindelijk ben je gewoon hele kinderachtige dingen aan het doen. die eigenlijk je gemiddelde 20-jarige ook zou doen. Dezelfde dingen. Uh, dezelfde acties die een 20-jarige zou vertonen wanneer hij zich onzeker voelt omdat iemand hem verbetert... verbeterd of als iemand hem heel veel aandacht geeft, dat hij dan meer tijd daarop gaat spenderen omdat hij een goed gevoel wil. Maar je bent een van de rijkste, machtigste mannen op aarde. En dat is voor mij altijd heel erg uh, mooi geweest om in te zien van: oh, het maakt niet uit hoe machtig jij bent, hoeveel geld jij hebt, hoeveel mensen jou kennen, hoeveel fucking followers je hebt. Je bent nog steeds mens en je kan nog steeds echt. Fucking domme fouten maken. die gewoon voor iedereen te zien zijn ook. Van iedereen ziet van waar je mee bezig bent. Maar je gaat er gewoon mee door. want je bent gewoon mens. Je bent verder niet speciaal of zo. Je bent gewoon nog steeds mens. En als je goed bent in één van die dingen. wil niet zeggen dat je dan niet heel makkelijk fouten kan maken. op elk van die andere velden, zeg maar. Dus ja, dat. Ja, ja het verbaast me echt. Iemand van zijn kaliber en statuur. die daar gevoelig voor is. nou, dan verwacht ik het van iedereen. Um, even kijken. Ik had Island's video over roomboter had ik opgeslagen. Oh my die wil God. ik. <laughs> had je die gezien? Nee. Even kijken. Uh, die was in de groep gedeeld. Ik had hem volgens mij wel opgeslagen. Even kijken. Je hebt het nu als het goed is ontvangen. Oh ja, hier. Ja, dit wil ik even bespreken. Moet je het dan opnemen je scherm? Jouw oh toe? nee. Even kijken, even die volume hoog. Van vaste krijg je kanker. Van eieren eten krijg je een hoog cholesterol. Van roomboter slippen je aderen dicht. Vlees is slecht. Doe normaal man. Stel het je achterlijke. Als je daarin gelooft, ben je echt heel erg dom. Als je daarin gelooft, je hoeft er niet in te geloven, man. Het is niet van iemand vertelt jou gewoon iets. Met verder helemaal geen bewijzen of weet ik veel wat. En dan geloof je ze gewoon. Het is omdat wij rigoureuze bewijzen hebben. Empirische bewijzen, bergen daarvan. Letterlijk meta-analyses van honderden studies. die over 20, 30 jaar zijn gegaan. Dat hebben we. En dan. Over welke claim gaan dit? Ja, alles. Ze zegt ja, van boter, slippen je aderen dicht. En, en eieren, weet hoog wat cholesterol en vaste kanker. Ja, ik, ik, maar het zijn ook van, van die hele rare claims, weet je? Want niemand zegt van hé, hey, eet geen boter, anders slippen je aderen dicht. Mensen zeggen, eet niet te veel boter, anders slippen je aderen dicht. En dat is, ik kan gewoon. Dat is gewoon waar. Uh, hyper. Uh, even kijken, lipidemia. Ja. Uh. Lipe mie, Nee, lipe... De mie. Er is een hele discussie in de soort van food guru wereld of margarine nou beter is of roomboter. Ja, het is fucking onzin, want... Uh... En de ene is dan helemaal van, oh, margarine is kanker. En de ander is van, oh, roomboter, dat is obesitas in een doos. Dus wat ja. is het nou? Even kijken hoor, ik zoek even een... Uh... Ik had het ooit gedeeld met iemand. Ja, hier. Spanje haalt chatapp Telegram vanavond uit de lucht. Ja, ja, ja. Waarom? Ja, het komt, ze gaan het daar blokkeren omdat Telegram daar gebruikt werd... Um, om uh, series en films en zo te kijken. Oh. Je ja, gewoon groepen. Maar oké, okay, kijk. Zij zeggen bijvoorbeeld van, um, van, van boter, slip je aderen dicht. Kijk. Ik ga dit één keer zeggen. Er gaan fucking veel mensen zijn die het oneens met me zijn. Maar jullie zijn... Oh, ik heb er niet eens zin in. Ik zweer het. Ik heb er soms niet eens zin in. We houden het kort. Als je het niet eens met me bent hierin... ga je zo'n dom, domme comment erachter schrijven. Doe dat niet. Stuur mij gewoon een DM... Gaan we gewoon een afspraak maken? Gaan we daar een discussie over houden? Want echt iemand die weer fucking weinig over biologie weet. Gezegd, oh nee, wat je zegt klopt niet. Want ik heb een YouTube-video gezien waarin iemand die zijn boek aan mij probeert te verkopen, iets anders zei. <laughs> Kijk, hyperlipidemia, oké? Okay? Hyperlipidemia, hyperhoog lipid, vet, emia, bloed. Hoog vet in je bloed, oké? Okay? Hyperlipidemia. Wanneer jij hoge... Uh, uh, vet in jouw bloed hebt dus. Dus dat zijn cholesterol, dat zijn dus LDL, en dat is dan je, je triglycerides en zo. Dat zijn gewoon vet in jouw bloed. Hoe meer vet jou, jij eet, hoe meer in je bloed het gaat. Wanneer ze jouw bloed dan opnemen, ziet jouw bloed er eigenlijk roze uit, maar wanneer je dat even laat zitten, dan gaat het vet in jouw bloed stollen, zeg maar. En, en dit is dan... Um, even kijken hoor. Shit, waarom is het zo groot? En dit is dan hoe dat, er, uh, hoe, hoe dat eruit ziet. Die vetten zitten dan gewoon. Uh, ja, je kan zien dat hier bloed en is hier vet, zeg maar. Dus een stolt eruit. Net zoals als je gewoon je, je soep waar veel vet in zit, heel lang laat of whatever. Dan gaat die vet naar de bovenkant. Dat is wat je ervan krijgt, oké? Okay? Waar krijg je dit van? Over, je hebt twee soorten vetten. Je hebt verzadigde vetten en je hebt onverzadigde vetten. Verzadigde vetten zijn vetten die vast zijn op kamertemperatuur. Boter, kokosolie, alle, vetten, alle dierlijke vetten, zeg maar, die zijn vast op kamertemperatuur. Wanneer je ze heet maakt, dan smelten ze pas. Dat zijn verzadigde vetten. Onverzadigde vetten zijn altijd vloeibaar. Zonnebloemolie, olijfolie, alle zaadolieën... en vegetable oils en maar dat soort dingen. We weten al fucking lang... dat verzadigde vetten... die zijn slecht voor je. Hoe meer verzadigde vet je eet... dus dierenvet, boter, kokosolie... is ook een verzadigd vet. Hoe meer je daarvan eet... Maar er zijn nu heel slechter. veel mensen die claimen dat dit niet exact, waar is. Die claimen exact het tegenovergestelde. Ja. Want dat is tegenwoordig de truc. Dat is tegenwoordig de truc. Het is een soort van... Hé, hey, um, ze hebben hier uh, piramides gebouwd met hele uh, primitieve methodes. Nee, nee. Aliens en lasers hebben ze het meegebouwd. Niet met primitieve methodes. Aliens en lasers. Hé, hey, jongens. Um, te veel vleesconsumptie is slecht voor je gezondheid. Nee, alleen maar vlees eten. Dat is goed voor je. <laughs> jongens, verzadigde vetten zijn niet goed voor je. Nee, bijt gewoon in een klomp boter. Dat is goed voor je. Ze willen niet dat je het weet. Als je boter eet puur, dan en leef ja, je voor altijd. Er zijn mensen die in hun koffie <laughs> elke ochtend een lepel ja, <laughs> kokosboter <laughs> of gay doen. Ja, G of zo. G, ja, ja, clarified butter is dat. Oké, okay, maar kijk, Hyperlipidemia, oké. Okay? Dat is hoe deze ziekte heet. Heel veel mensen lopen met deze ziekte als je gewoon dikke band, hartproblemen hebt en weet ik wat, dan krijg je die ziekte. Laten we kijken hoor. deze ziekte. Maar ja, Dat is ook het probleem. Dan is het van oh ja, yeah, maar geloof je Wikipedia? Geloof je Wikipedia? Dat is wat ze dan gaan zeggen. Want ik geloof gewoon die man op Instagram in plaats van Wikipedia met links naar de studies. Oké, okay, wat kan je daar dan tegen doen? Kijk, over het algemeen, je hebt dan je totale cholesterol. Oké, okay, cholesterol is dan ook uh, in principe een vorm van vet. Je LDL cholesterol is je slechte cholesterol. Dus LDL, commonly known as bad cholesterol. Is associated with increased risk of cardiovascular disease. oké? En dan HDL cholesterol, that's known as good cholesterol, is associated with a decreased risk of, of uh, cardiovascular disease. Dus je hebt twee soorten cholesterol. Eentje is goed, en eentje is slecht. Oké, okay? het is ook niet zo zwart-witters en daar ook nuances in en zo. Maar cholesterol is gewoon associated with cardiovascular disease. Oké? Okay? Je ziet de. Triglycerides ook. En dan zegt ze van oké, okay, je hebt hyperlipidemia, je hebt te veel vet in jouw bloed, waardoor je aderen dus letterlijk dichtslippen. Wat kan je daartegen doen? Prevention. Quitting smoking. En lowering the intake of saturated fat. Saturated Verzadigde. fat. Verzadigde vetten, oké? Okay? En alcohol. Losing excess body weight. And eating a low-salt diet that emphasizes fruits, vegetables and whole grains. Those can help reduce blood cholesterol. Saturated fat. Heel lang geleden ging de McDonald's overal, werd de... de wat gefrituurd in rundvet. Dat is zo'n witte vaste vet. En dan gooi je dat in die frituurbak en dan smelt het. En dan gaan ze daarin frituren. Saturated vet, verzadigde vet. Uh, toen kwamen we erachter van, saturated vet is slecht. Toen hebben alle McDonald's over de hele wereld zijn toen van vaste uh, uh, frituurvet die dan moest smelten naar vloeibare frituurvet. Wat gewoon uit groenten komt. Hè? Uit groenten en uit zaden en weet ik veel. Wat. En we hebben een direct effect daarvan we kunnen waarnemen in de triglyceride-level, in de cholesterol levels in de hart- en vaatziektes die, die voorkomen. Hebben we hebben gewoon een direct effect ervan kunnen uh, 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 zien. Maar het hele idee dat, zeg maar, al deze jaren weten we gewoon van hé, hey, iedereen die fucking vettig eet in de zin van dierlijke vetten. Al die populaties op aarde, die leven niet zo lang, en al die populaties op aarde die dan. Gezonde vetten eten, onverzadigde vetten, zoals olijfolie, vetten uit vis, allemaal dat soort dingen. Toevallig zijn het de langst levende mensen op aarde. Hoe zou dat nou komen? Maar het probleem is, als jij dom bent, als jij iemand bent als Aileen, als jij dom bent, dan wil jij niet achter iets komen wat alle andere mensen al fucking lang weten. Want dan, dan, dan krijg je confirmatie van: oh ja, ik ben dom en ik weet dat nu pas. En je moet er tijd in steken. Wat jij eigenlijk wilt, is jij wilt, het, uh, jij wilt vergeten dat je fucking dom bent en je best niet hebt gedaan op school. Dus jij wilt gewoon denken van: nee. Ik weet iets wat de rest van ja, de wereld niet jullie weet. Jullie zitten allemaal fout. Ik zit goed. Jullie zijn dom dat jullie daarin geloven. Nee, ik zit goed. Alle experts in het veld zijn mogolen. Ik zit goed. En het is zo zielig. Het komt voort uit immense onzekerheid. En het is zo zielig. Het is echt zo zielig. Ik denk van iemand heeft jou gewoon omgeluld dat. Ja, gewoon boter eten, grap. Gewoon boter eten. Daar slippen je aderen echt niet van dicht. Los van dat, <laughs> letterlijk Amerika, een, een van de meest obese landen in de hele wereld. Dat de meeste hart- en vaatzieksels en obesity daar komt. Door verzadigde vetten. Dat daardoor harten dicht slippen. Dit weten we al zo lang. En dan heeft iemand jou wijs gemaakt van, nee, nee. Weet je waar je voor op moet letten? Seed oils en vegetable oils. Daar moet je voor opletten. Dat is nu dus een hele hype in Amerika. Seed oils zijn slecht voor je en weet ik veel wat. En waar deze mensen op baseren. Kijk, Aileen. Dan passeert het niet op dingen. Eileen heeft gewoon voor de eerste keer in jaren heeft ze een connectie met haar vader. En haar connectie met haar vader bestaat dan voornamelijk uit dat haar vader conspiraties gaat opnoemen die hij op YouTube heeft gezien of op TikTok. En dan gaat Eileen dat zo geloven, want dat is hun hele relatie nu. En dan gaat ze het verspreiden zo op het internet. Dat is, dat is hoe het bij haar gaat. Maar bij de meeste mensen is het zo dat ze gewoon scrollen op TikTok en dan is er weer een mongool die dan in een supermarkt staat in Amerika. En dan zegt hij, this, this will kill you. Eat this butter, not this. En dan zegt hij gewoon iets. Zegt iets, iets doms wat je niet eens begrijpt. Gewoon allemaal rare woorden zo. En dan geloof je het. En dan denk je van ja, ik heb net gewoon een verborgen waarheid ontdekt. die alle andere mensen niet weten. Ik heb er bijna geen moeite voor hoeven doen. En ik ben nu slimmer dan alle andere mensen. Dat is wat je dan denkt. Maar we weten gewoon: populaties die te veel verzadigde vetten eten. gaan gewoon sneller dood. Populaties die onverzadigde vetten eten. Die leven gewoon veel langer. Maar een andere gewoon. claim was: van eieren krijg je hoog cholesterol. Van te veel eieren kan je dan hoog cholesterol krijgen. Maar dat is allemaal. Kijk, als jij jou, als jouw calorie, calorische waarde die je voor een dag nodig hebt. gewoon uit eieren haalt. Zou dat echt bijna niks schelen? Want tuurlijk, er zit slechte cholesterol in eieren. Maar je zou echt fucking 50 eieren per dag moeten eten. voor een hele lange tijd. om daar een slecht effect van te krijgen. Want boter is wel echt iets heel anders dan. Um, eieren. eieren. Maar er waren wel artsen die uh, vroeger zeiden: van je mag maar één vroeger eieren? Was dat, vroeger was dat zo. Mijn mama, maar ik ging vroeger dus altijd ging ik een broodje maken met zes eieren elke dag. Dus gewoon meerdere broodjes. Zo. En mijn ma altijd: van oh ja, dit en dat en dat. Maar ik ging de studies er altijd op nalezen. En het, de, de, het valt, kijk, als je een. Op de een of andere manier stikt dat bij. Dat, dat blijft in mensen hun hoofd hangen wanneer het een ei is of zo. Dan is het van: oh ja, niet te veel eieren eten. Want dan gebeurt dit. Maar. Als het een, weet ik veel, een frikandel is of zo... dan boeit het mensen niet. Dan nee. is het gewoon van, nee, je kan gewoon elke dag een frikandel eten. Het is niet erg zolang je niet te veel calorieën eet en weet ik veel wat allemaal. Misschien blijft dat langer hangen omdat je bij een frikandel... iedereen weet dat dat slecht is. Maar bij een ei denk je, oh, het is van een kip van de natuur. Het is gezond. En... Ja, maar het, het werkt heel... Kijk, je doet zeg maar heel veel studies op van... wat zijn de effecten van eieren, van bepaalde voedsel. Doe je heel veel studies. En de meeste mensen lezen die studies niet. En die studies komen dan ook niet terecht in het nieuws. Maar soms... Is er dan zo'n studie die dan random terechtkomt in het nieuws ja, en daar horen mensen dan van? Iedereen. Ja, en, en dan en dan blijft dat in mensen hun hoofd. En dan ja. denk ik van maar niemand, iedereen die tegen mij had gezegd van oh ja, je moet niet zoveel eieren eten, slecht voor je en weet ik veel wat allemaal. Het is niet dat ze de studies hebben doorgenomen en dan op een conclusie zijn gekomen. Het is gewoon iets wat dan leeft in de samenleving. Dat iemand dan zegt: "Hey, ik heb gehoord dat eieren slecht voor je zijn en zo, weet je?" Dat soort dingen krijg je dan te horen. Maar uh, oké, okay, uh, ja, als eieren als je je daar zorgen om maakt, kun je alleen het eiwit eten. Dan gooi je het eigeel weg. Daar zit alle vet in. Maar wie moet je daar zorgen opgelost. over maken dan? Helemaal niemand. Zolang je niet dik bent, hoef je daar geen zorgen over te maken. Zolang jij, niet, zolang jij niet dik bent. Best veel mensen zijn dik. Ja, precies. Dus kijk, als jij dik bent, dan moet je natuurlijk opletten met jouw suikerintake, jouw verzadigde vetintake, Allemaal dat soort dingen. Moet je gewoon heel goed mee opletten. Maar als jij niet dik bent, dan maakt het letterlijk geen ene reet uit. Echt bijna geen ene reet uit. Tuurlijk, er zijn wel. Er zijn wel uh, 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 dingen daarvan, uh, dat uitzonderingen daarvan. Je kan ook gewoon dun zijn, maar gewoon heel veel interne vet om je organen hebben of zo. Maar dan moet je het wel heel bond hebben gemaakt. Dan ben je gewoon heel, dan ben je gewoon dun omdat je aan het snuiven bent of zo, terwijl je, je dieet voor de rest gewoon kut is. Maar uh, ja, dat hele idee. Ja, ik weet niet, het gaat waarschijnlijk nog veel dommere dingen zeggen. Dus uh, Ze eten echt al duizenden jaren eieren vlees. Gaan we nu bij elke seconde pauzeren? 1 Als je zegt dat mensen al duizenden jaren eieren eten, dan vind ik je heel dom. Want als je kiest voor duizenden in plaats van honderdduizenden, want we eten letterlijk al honderdduizenden jaren eieren, niet duizenden. Duizenden jaren is niks. Duizenden jaar geleden leefde Jezus letterlijk nog. Je weet toch? Is niet zo lang geleden. We bestaan hier al honderdduizenden jaren. Maar ja dat je geen gevoel voor schaal hebt. Aylin, dat uh, wisten we al, dat je die informatie wist. Maar het hele argument van... we doen dit al duizenden jaren, ja. Vrouwenverkrachten dat... doen we ook al duizenden ja, jaren. Ja, ik haat gewoon dat <laughs> argument. Maar. Net als dat mensen yeah. die zeggen... ja, geen keizersnee, maar thuisbevalling... want uh, het is altijd al zo gegaan. Ja, of en... geen vaccins, ja. want het is altijd al zo gegaan. Geen zonnebrandcreme, want het, is ja. het al duizenden jaren zo. Ja, we roken al duizenden jaren. Ja, ja we roken letterlijk al dat duizenden Zeker toch niet gelijk dat... <laughs> Zo van, nou, de mensheid is niet dood gegaan. Nee, zolang je dat blijft doen, dan moet het wel goed zijn. <laughs> ja. Dat is alsof iemand echt fucking dik is en dan zegt van, ja, maar weet je hoeveel decennia's ik al een drie liter cola per dag drink? <laughs> ja. Als het erger was, was ik nu al dood. Nee, nee, ik ben niet dik, het is gewoon genetisch. Ja, ik vind het echt, uh, ja. Maar het is zulke, weet je wat het is? Het is groep. Ja, niet groepen, het is letterlijk derde klas logica, derde klas VMBO logica. Van, oh, dat je echt met zulke fucking flauwtje komt, maar jezelf dan echt geniaal vindt. Van, oh ja, ik heb echt iets opgemerkt wat andere mensen niet opmerken. Ja, het irriteert me gewoon, man. Ik, ik word zo lui dat zij zoveel zelfvertrouwen heeft gebaseerd op. Letterlijk ja, dat dat bijna irriteert geen mij, ook met dat stemmetje. En ja, het dus is zo van: ik, ik weet allemaal zoveel beter en ik ga het aan jullie uitleggen. En dan zegt ze ook nog: van die mens vind ik fuck ik dom. Maar zij heeft gewoon helemaal geen opleiding. Ze is nee. geen wetenschapper. Ze, heeft ge, ze is geen voedingsdiëtiek, uh, weet ik van wat, heeft ze niet gestudeerd. Dan denk ik: waar komt jouw zelfverzekerdheid vandaan? Je bent een snotneus van, wat is het, 22? Ja, en wat ik ook dan ook jammer vind is: ik, ik zou. Kijk. Ik ben open om een discussie te hebben met iedereen. Lale weet. Ook al zouden we hier naartoe fucking Hitler uitnodigen. Ik zou een fucking discussie Gaat met lastig, hebben. Gaat lastig, die leest niet. Ja, ja. ja, maar ook al is het de allergrootste wappie, en weet ik veel wat. Die dan allemaal grote claims maakt. Ik ja. kan gewoon mijn mannetje staan. Want ik weet dat ik kennis heb van die zaken. Als het iemand zou zijn die dan met mij wil discussiëren over iets waar ik helemaal geen verstand van heb. dan wil ik liever die discussie niet houden, want ik weet er niks van. Ik kan mijn mannetje niet, niet, niet staan, zeg maar. Maar in dit geval, ik zou heel graag. Maar ik zou letterlijk geld voor betalen. Letterlijk, ik zou er echt een flinke pak geld voor betalen. om met haar. Zo online een discussie te hebben. Maar, maar dat gaat ze nooit doen. Ja, maar dat gaan deze mensen nooit doen. En dan denk ik van. En dan gaan ze schuilen achter. Oh, maar wie ben jij? Waarom zou ik een, een gesprek hebben met jou? En weet ik veel wat allemaal. Nee, je ze wel? zei: ik vind Lala Gu een grote mogol. En die andere NPC of zo, zoiets. Ja, precies. Zo. Dus dan ga je dat, dat op die manier doen. En dan denk ik van. Ja, maar... Maar dan denk ik, oké, okay, maar je ja, kan toch ook met mensen die je Mogol vindt, kun je toch ook een discussie Ja, maar doen? los van dat, ik geloof dat niet eens. Want de echte reden dat ze het niet wil doen, is omdat ze bang is. Omdat ze ja. bang is. Ik bedoel, ik vind al die mensen ook Mogolen. Maar als Ismail Ilgün tegen mij zegt van, ja, kom, we gaan praten, dan zeg ik, tuurlijk. Tuurlijk, kom. Ja, ik ben echt helemaal down om te gaan praten. Maar al die typetjes, elke keer... Vraag het maar aan ze. Ben je een fan van Eilin? Vraag maar van hé, hey, maar waarom doe je het eigenlijk niet? Wat heb je te verliezen? En ze gaan altijd allemaal domme shit verzinnen: van, oh, dit is de reden, dat is de reden, en dit is de reden. Want eigenlijk durven ze niet, want eigenlijk weten ze dat als iemand maar uh, 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 op hun claims maar twee, drie vragen stelt. ze met een mond vol tanden zitten en geen antwoord gaan kunnen geven op die vragen. En die hele neppe realiteit die ze hebben gecreëerd in hun hoofd, waarin ze het allemaal zoveel beter weten dan al die domme wetenschappers. En Tomme experts en weet ik veel wat. Ze weten dat die zo fragiel is als je de meest fragiele kaartenhuis. En als ik er eventjes een beetje logica in blaas, dan valt het helemaal neer. En dat weten ze fucking goed. En daar zijn ze bang voor. Maar je kan deze mensen duizend keer op hun bek laten gaan. Je kan duizend keer aantonen dat wat zij weten niet klopt. En dat ze eigenlijk heel weinig weten. Maar dat weten ze al. Want dit, ja. dit, hele, dit hele effect dat eruit komt, dit is onderdeel van het copingmechanisme om je niet zo dom en verdwaald en moedeloos te voelen in de wereld. Van, oh, ik begrijp eigenlijk al deze niet, de, de, dingen niet. Dus ik moet dan mijn volle vertrouwen leggen in experts en weet ik veel wat. En dat is eng. Dus dan kan je liever doen alsof jij de expert bent. Want jouw vader heeft iets op internet gezien... en toen aan jou gezegd dat de wereld zo in elkaar steekt en zo. Ja, dat, ja voor mij is dat gewoon automatisch duidelijk... dat je gewoon een pussy bent en je eigen dingen dan niet gelooft, zeg maar. Je gelooft je eigen zelfverzekerdheid niet... En dat is gewoon heel erg onzeker, zeg maar. Ja. Ik had een uh, ding gezien, een meme van God give me the confidence of a 25-year-old life coach. Ja. En zij is dus life coach geworden. Ja. Ze heeft nu een eigen cursus en zo. Van, ja. uh, heb je levensproblemen, kom bij mij. Ja. Ik zeg toch, ik wou dat ik narcist was. Het zou het leven echt leuk zijn. Je twijfelt gewoon lief. nooit aan jezelf. Het is echt zo leuk. Jongen besef ja weet je wat ik dan raar vind ik zou nooit in mijn leven live coach willen zijn oké okay? terwijl er gewoon meerdere mensen zijn ik heb twee keer of zo van mensen dms gehad van of ik ze niet kon motiveren en helpen met dingen voor een bepaald bedrag zeg maar dat ze me dan maandelijks geld gaan betalen en dan moet ik gewoon klaar staan om met hun te praten en weet ik wat ik weet niet eens wat, hoe ze dat voor ogen gezien maar met alles wat ik weet met letterlijk alles wat ik weet en te weten kan komen. Want het is niet dat ik alleen maar dingen weet, maar ik kan ook heel makkelijk dingen te weten komen. Veel makkelijker dan andere mensen. Met al die dingen erbij en wie ik ben als persoon, zou ik het niet eens aandurven om iemand op zo'n manier te coachen of uh, richting te geven in zijn leven en weet ik veel wat allemaal. Tuurlijk wil je af en toe advies, kan ik je geven. Maar echt zo van, kom, we gaan dit doen en weet ik wat. Ik heb die zelfvertrouwen niet van mezelf. Heb ik gewoon nul. Gewoon nul. Maar als deze Aylin gewoon letterlijk mijn capabilities en mijn kennis had. Ik zweer, zij zou zeggen. ja, ik ga president van Amerika worden morgen. Ik ga mezelf ja. kiesbaar opstellen. Dat ze al de zesde boek. Ja, precies. Dat is wat ze dan. Dat is wat ze dan. Want als, je, als dit het product is van zo weinig kennis. Zo weinig. Gewoon zo ja, dat wei heb je toch ook met Baudet? Hij ja. heeft weinig kennis, maar wel het zelfvertrouwen. Dus ja. hij heeft echt al uh, twintig boeken. Mm. Hij heeft een podcast, hij heeft ja, maar cursussen. Het, is, het, is een, het is een valse vorm van zelfvertrouwen. Kijk, ik heb, ik heb heel veel zelfvertrouwen op heel veel verschillende vak, vlakken. Maar ik heb die zelfvertrouwen op vlakken waar ik die zelfvertrouwen heb verdiend. Maar dit is een soort van aangepraat zelfvertrouwen. Het is een soort van: ik verdien het. Ik ben Eileen of ik ben Boudewijn of weet ik wat. Dus ik verdien het om zo zelfvertrouwen te zijn. Terwijl je eigenlijk, ja, eigenlijk weet je gewoon dat als je een paar kritische vragen stelt die je gewoon weg gaat lopen. Dat is gewoon precies wat ze gaan doen. Ja. Dus ja, nou we zitten op 19 seconden en mijn bloeddruk is al uh, ja, 30% verhoogd. Kaas, melk, ze vasten. Mensen zijn altijd echt atletisch geweest. Kijk naar foto's van mensen in 1950, 1960, echt om in fit. Nu, iedereen krijgt kanker. Iedereen eet bewerkte zooi. <laughs> Ik wil jou dit niet Ofzo. meer aandoen. <laughs> iedereen was atletisch. Kijk maar naar foto's is haar argument, letterlijk. En nu iedereen krijgt kanker. En ze zegt dit gewoon met droge ogen. Iedereen krijgt. Wist je niet dat iedereen kanker kreeg vandaag? Nu in deze tijd. Laten we naar foto's kijken van atletische mensen van vroeger. Nee, ze zegt iedereen was atletisch vroeger. Ja. Oké. Okay, um, ja, dat zijn gewoon kinderen. Even kijken hoor. Ben je nu echt atletische mensen aan het zoeken? Nee, ik kijk gewoon naar een zwembad. Want daar kun je het beste je zwembadfoto's van de jaren 50. Maar het zijn allemaal kinderen, want volwassenen die zwembad. Ja, maar wat is vroeger? Misschien bedoelt ze jaren 50. Ze jaren 50, zei ze. Ze oh, okay. zei letterlijk jaren 50. Maar oké, okay, jaren nee. 50, iedereen was fit, iedereen kreeg kanker. Uh, jaren 50, mop was de life expectancy in uh, Nederland was, uh, 70 jaar. Oké. Okay? Dat is 15, 16 jaar minder. 16 jaar minder dan nu. Oké, okay? oké. Okay. Dus de reden dat je... Oh, het is ook echt zo dom. Kanker, <laughs> je weet niet eens waar je moet beginnen. Ja, het is zo dom. Kanker is een ziekte. Het is een ziekte die komt met ouderdom. Weet je hoe je ervoor kan zorgen dat er bijna geen kanker meer voorkomt? Echt dat het met 90% vermindert door gewoon dood te gaan voor je veertigste. Gewoon doodgaan voor je 40ste. Dan droppen de kankernumbers uh, lijp. Gewoon helemaal naar de bodem. Want kinderkankers zijn fucking zeldzaam. Kankers onder de 40 jaar zijn fucking zeldzaam. Kanker is een ouderdomziekte. Want jouw cellen gooien steeds een dobbelsteen. Gooi je steeds een dobbelsteen. En wanneer ze, weet ik veel, vier keer zes rollen of zo. Krijg je kanker. Het is een kansenspel. Hoe langer je bent, hoe ouder je bent, dus de grotere uh, risico op kanker. zeg maar. Los daarvan. Jaren 50 is letterlijk de tijd dat het de meest giftige. <laughs> de meest giftige pesticities gebruiken. DDT en allemaal dat soort dingen. Wat later letterlijk is omgezet naar chemische wapens en whatever. Los daarvan, in die periode wisten we nog niet eens wat vitaminen precies waren. We hadden alle vitaminen en zo nog niet eens gevonden. Los daarvan leefden we gewoon 16 jaar jonger. Maar dit is het probleem. Dit is het probleem, Eilin. Je hebt zo weinig informatie dat je valt voor simpele biases die je niet eens kent. Namelijk het hele idee dat we altijd denken dat vroeger dingen beter waren. En waarom denken we dat? Want je hebt helemaal geen informatie van vroeger. Je weet helemaal niks van vroeger. Je hebt een geromantiseerd beeld. In je hoofd van vroeger. Als mensen daar aan jou vragen, zouden vragen: van leven mensen nu langer of in de jaren 50? Zou je zeggen de jaren 50? Want je hebt nog nooit in je leven naar een fucking life expectancy chart gekeken. Gewoon nog nooit. En in al deze tijd, in de laatste fucking 150 jaar, 170 jaar, gaat deze chart. Is het omlaag gegaan. Behalve bij epidemieën en allemaal dat soort dingen, is het omlaag gegaan. Maar het is alleen maar omhoog gegaan. In de laatste 100 jaar van 1920. Tot nu in 1920 werden we 54 jaar. Daar is 30 jaar bijgekomen. In 100 jaar tijd is er 30 jaar tijd bijgekomen. Dat betekent dat elk jaar elk jaar dat wij verder gaan, komen er 4 maanden levensexpectancy erbij, bij een mensenleven. Dat is hoe goed dat is. En wat ga je daarbij zien bij die life expectancy, die hoger wordt? Je gaat veel hogere cases zien van kanker. Waarom? Want mensen worden ouder, grotere kans op kanker. Je gaat veel grotere uh, cases zien van Alzheimer, van Parkinson. Dit zijn allemaal ziektes die alleen maar aan het groeien zijn. En wat is de reden dat ze aan het groeien zijn? Omdat we ouder worden. Los daarvan is jouw cancer survivability rate tegenwoordig hoger dan ooit. Waarom? Want we kunnen kankers eerder detecteren. En hoe eerder we een kanker kunnen detecteren, des te groter de kans dat jij er niet aan doodgaat. Dus tuurlijk vinden we meer kankers tegenwoordig. Maar we kunnen. Jouw overlevingskans met die kankers is beter dan ooit. Beter dan ooit. En al die kankers die jij dan krijgt, die krijg jij niet omdat jij dingen eet en zo. Omdat er. Weet ik veel, rare dingen eten en zo. Nou, sterker nog, er zijn wel een paar dingen die jou kanker geven. Alleen het probleem is, het is fucking rood vlees. <laughs> het is rood vlees en worsten waar sulfiet in zit. Waar sulfaten in zitten, die dan omgezet worden in sulfiet. In je lichaam, bla bla bla. Weet je allemaal niet. Maar die twee dingen staan op de... Oh ja, en alcohol. Die dingen staan op de, de, de kankerlijst, zeg maar. Van voedsel die jouw kanker uh, 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 geeft. Maar dat weet Aileen allemaal niet. Dan is het van... Nee, het komt gewoon door de dingen die ze in ons eten stoppen. Maar ze stoppen geen kankerverwekkende dingen in jouw eten. Er is gewoon eten die kankerverwekkend is. En dat zijn gewoon de dingen die ik net heb opgenoemd. Rood. Vlees onder andere. Of uh, uh, verwerkt vlees onder andere. Oh, en alcohol en dat soort dingen. Maar het is dan zo dom om dan die hele realiteit zo te negeren en te doen alsof... Nee, we krijgen nu gewoon meer kanker door... Uh... Ik weet niet, zeg ze ook nog waardoor het komt? We zijn allemaal bang voor vlees en eieren. En... Kaas. Niemand is bang voor vlees en eieren. Niemand is bang voor vlees en eieren. Wat? Heb jij borderline of zo? Ik ga echt helemaal lijp worden. Dus dit is het idee. Ik vraag me af met wie zij omgaat die ja, bang is voor vlees en maar eieren. Dit is, dit is het idee. Overheid is een soort van <coughs> jongens. Um, we zien dat overmatige consumptie van vlees negatieve effecten kan hebben. Dus matig je vleesconsumptie. Het is ook niet fijn voor de natuur en weet ik wat. Matig je vleesconsumptie. Een vleesje hier en daar is niet slecht voor je gezondheid. Dat is letterlijk de waarheid. Dat is letterlijk. Nooit zegt de overheid. Eet geen vlees. Nooit. Letterlijk nee. nooit eet geen vlees. Matig jouw consumptie. Hetzelfde met alcohol. Hetzelfde met alle dingen die slecht voor jou zijn. Vetten en suikers. Matig jouw consumptie. Wat maakt Eiland ervan? Iedereen is bang voor eieren en vlees. Dit, dit heet zwart-wit denken. Hoe draai je denken. restaurants dan? <laughs> ja. Dit heet letterlijk zwart-wit denken. Dat ik letterlijk zeg van um, dat, ja, dat jij gewoon nu. Je achtste glas wijn he, he, opdrinkt. En dan zeg ik. Lale, doe rustig aan met drinken. En dan zeg je. Wat moet ik nooit meer drinken of zo? Ik, mag ik nooit meer in mijn leven alcohol drinken? Dat is letterlijk de reactie die je dan geeft. Je leeft niet in de realiteit. Je snapt niet wat je allemaal zegt. Je snapt niet wat de tegenpartij zegt. En daarom is jouw reactie op de tegenpartij. ook niet gericht op de tegenpartij. maar op een standpunt dat je hebt verzonnen. Iedereen is bang voor vlees en eieren. Wie? Wie is bang voor vlees en eieren? We ja? hebben overal Wie? vegan restaurants. Ja, maar, ja, maar, niemand eet meer vlees en eieren. Ja, maar dat vind ik zo dus raar. Dat vind ik zo in raar. In de wereld leeft zij. Iedereen is bang van vlees en eieren. Niemand denkt, niemand denkt dat als ze op een normale manier vlees en eieren eten, dat slecht voor je is. Letterlijk. Het, vast wel. Oké, okay, er zullen een paar mensen zijn die dat denken omdat ze een of andere docu hebben gezien. Waarin ze zeggen dat een ei even slecht is als een pakje sigaret of zo, maar het is gewoon dommigheid. Maar vanuit de officiële bronnen, vanuit de overheid, zegt de overheid nooit tegen jou dat je bang moet zijn van vlees en eieren. Dat is echt je reinste onzin gewoon. Boterkaas kaas en eieren. Maar we eten wel genetisch gemanipuleerde soja, teringsooi waardoor. Ben je... Oh mijn god! Oh mijn god! <laughs> Doe je rustig. Ik ga helemaal lijm worden. Ja, maar zo dom. Eilen, ik ga het nu hier zetten. Genetisch gemodificeerde groentes, fruit en dieren zijn verboden in de EU. Ze zijn verboden. We hebben ze hier niet. We hebben ze hier niet. Je hebt ze in Amerika en toen heb jij dat gehoord van iemand in Amerika en toen dacht jij dat gebeurt ook hier omdat je zo fucking dom bent dat je niet hebt uitgezocht of wat hier ook gebeurt. Deze chick zegt gewoon genetisch gemodificeerde soja bestaat niet in Europa. Bestaat gewoon niet. Jezus fucking Christus, man. Oh, echt. <laughs> echt. Ik vind het wel knap hoe ze jou triggert. European Union Genetically Modified Foods. Nee, ze zei wel soja. Food and feed made from or containing GMOs can only be... Oh ja, yeah. soja zei yes, ze. Uh, genetically Modified Soy. Soy. Eh, uh, bla bla bla. Internet for human. For food and use only and does not allow cultivation. Yeah. Even kijken hoor. Is authorized the use of genetically modified rape seed For genetically modified. Huh? Is het goedgekeurd? Oh, het is sinds. Nou, het is sinds een jaar goedgekeurd om het te importeren naar Nederland, oké? Okay? <laughs> we mogen het niet groeien in Europa, maar we mogen het wel importeren vanuit Amerika, oké? Okay? 2% van de soja op de markt is genetically modified soybean. Op welke manier is deze soybean genetisch gemodificeerd? Namelijk dat deze resistent is voor de drie gebruikte herbicides. Dicamba, glyfosinaat, ammonium en glyfosaat. Dus er zit in deze plant een gen die van andere planten komt, die ervoor zorgt dat deze resistent is voor deze herbicides, zodat je deze soja kan groeien, en vervolgens doe je die herbicide zo erop, en dan groeien er geen andere planten. Maar omdat het genetisch gemodificeerd heet, is het eng. Want een ander DNA in soja, nieuwsflash... Elke soja, elke, elke enkele sojaboon die je eet, heeft een andere DNA dan elke andere sojaboon die jij eet. Dat maakt niet uit. Maar wanneer het genetisch gemodificeerd is, dan klinkt het eng. Want dan heeft een mens het gedaan. En dan is het automatisch slecht voor je. Want op de een of andere manier zorgt het DNA in voedsel, wat jij letterlijk afbreekt, je breekt het letterlijk af. Sterker nog, laat het zo zeggen. Er is geen enkel DNA, DNA die jij kan eten die slecht voor je kan zijn, want het is DNA. Jij neemt het niet op. Het vernietigt in jouw maag letterlijk. Het zijn letterlijk, ja, het, het wordt letterlijk vernietigd in jouw maag zeg maar. Hoe moet ik dit op een normale manier uitleggen? Even nadenken. DNA. Stel je voor. Nee, oké. Okay. Je eet planten, je eet koeien, je eet dieren. Elk mens, elk dier, elke plant heeft zijn eigen unieke DNA, toch? Maakt het uit aan de hand van de DNA van de dier of de plant die jij eet wat het effect op jou is? Nee. Wat maakt uit dat het DNA van een dier of een plant of whatever iets aanmaakt, ex iets extra's aanmaakt, waardoor je dan misschien meer vitamines hebt of misschien meer weet ik veel mineralen of whatever erin hebt, maar een resistentie tegen bijvoorbeeld ik ben resistent tegen norovirus. Ik kan geen voedselvergiftiging krijgen, of tenminste heel moeilijk. Ik heb nog nooit in mijn leven voedselvergiftiging gekregen, want ik heb een stukje gen die mij immuun daarvoor maakt. Is mijn vlees nu gevaarlijk omdat ik die gen erin heb? Nee hè, want neem jij genen op van mensen die jij eet, van organismen die jij eet. Nee hè, jij neemt gewoon de voedingsstoffen op hè, niet de genen of zo, toch? Dus hoe is het hele idee dat letterlijk rechtstreeks, kijk, in Amerika is, zijn alle sojabonen genetisch gemodificeerd, alle mais in Amerika. Is genetisch gemodificeerd. Oké, okay, niet alles. Misschien 95%. Alle graan in Amerika is genetisch gemodificeerd. Dus Amerika heerst heel erg het idee van, oh ja, omdat hier alles genetisch gemodificeerd is. Daarom gaan de kankers omhoog. Wij hebben letterlijk 95% van onze groenten en fruit. 2% van de soja op de markt in Europa is genetisch gemodificeerd op dit moment. 95% van de groenten en fruit die wij eten is niet genetisch gemodificeerd. Want je hebt... Echt lijpe goedkeuring nodig in Europa voordat het kan gebeuren. En hier gaan de kankers ook omhoog. Hoe kan dat? Zou het kunnen? Zou het gewoon heel misschien kunnen. dat genen van een organisme. geen effect hebben op de persoon die ze eet? Zou het gewoon heel misschien kunnen? Want ik weet niet hoe mensen genen zien en DNA zien. en niet inzien dat wanneer wij deze aardbei eten. wij de DNA van de aardbei eten. Maar dat betekent niet dat het dan een effect op ons heeft. Die DNA werd gewoon gebruikt in de aardbei om de aardbei te creëren. Ja, maar goed, zij heeft geen scheikundige kennis. Zij lijkt ja, gewoon is, iemand na. Ja, maar het is gewoon genetisch gemodificeerd. En dan klinkt het eng. En, en letterlijk, Aylan zou me niet eens kunnen uitleggen wat genen zijn. Gewoon een goede uitleg van wat genen zijn. Of waar in je lichaam genen zitten. Zou ze me niet eens kunnen uitleggen. En dan is het van: ja, maar het komt omdat we genetisch gemodificeerde groentes en fruit eten of zo. Ik word er gewoon zo kankerlijf wat. Het is gewoon zo. Oh. Mannen, vrouwen worden en vrouwen, mannen. En... Het <laughs> wordt steeds erger. <laughs> Oké. Okay. Oh. Okay. We gaan hier even over nadenken. Toch? We eten genetisch gemodificeerde planten en dan worden mannen vrouw en vrouwen worden man. Dat is het idee. Gaan we even hier goed over nadenken. Wat kan een vrouw man maken? Een lul. Ja, maar welke stof? Testosteron. Zou... Testosteron, toch? En als je testosteron. Als je diezelfde stof. Nee, want vrouwen hebben ook testosteron. Ja, maar dus als je ze meer moet testosteron geeft, een hele grote hoeveelheid. ja testosteron. Dus als je ze meer testosteron geeft, dan wordt een vrouw man. Dat is letterlijk hoe hormoontherapie werkt voor trans mensen, zeg maar. Dan wordt een vrouw een man. Ja. Maar als die gemodificeerde voedsel dat daar dus voor zorgt, dan zou het toch niet een man vrouw kunnen maken. Dan zou het een man mannelijker kunnen maken, en vrouwen mannelijker kunnen maken. Dat is hoe dat zou werken, logischerwijs. Mm -hmm. En dat is ook hoe het werkt. Want we weten van heel veel gifstoffen, die we in de natuur dumpen, dat ze voor. Endocrine disrupties voor hormonale disrupties zorgen in bepaalde organismen. Waardoor bijvoorbeeld Alex Jones heeft het bekende. They're making the frogs gay. Omdat bepaalde gifstoffen die in het water terechtkomen. Door de huid van de kikker naar binnen gaan. En dan worden alle kikkers voortaan vrouwtjes. Zeg maar. Dan worden er voornamelijk vrouwelijke kikkers geboren. Maar het hele idee. Dat het dan ook mogelijk is. Dat mannen worden vrouwen. En vrouwen worden mannen. Dan zou je ze allebei een andere stof moeten geven. Zeg maar. Je kan niet ja. met dezelfde stof. <laughs> zeg maar een stof die organismes vermannelijkt. zou de vrouw een man maken. en de man gewoon mannelijker. Het is een hele rare logica. En het is telkens duidelijk. dat ze gewoon helemaal geen benul heeft van hoe biologie werkt. Het werkt niet nee, zo. Nee, echt? <laughs> het werkt gewoon absoluut niet zo. Ik, eerlijk, ik zou niet eens. gewoon als ik er diep over zou, na zou denken. van hoe ik dit op een biochemische. Pathway zou doen van ik moet iets creëren wat man een vrouw maakt en vrouw en man. Ik kan gewoon op niets komen, want het is niet logisch. Het is gewoon niet logisch dat dat kan op die manier. Niemand meer kinderen kan krijgen op een normale manier en iedereen Niemand kan. Niemand krijgt meer kinderen op een normale manier. Zo, so. ik zie allemaal kinderen geboren worden hoor, om me heen. <laughs> dus het maakt je en als je vrouw bent man, man bent vrouw. En het maakt je onvruchtbaar en het geeft je kanker. Geen idee, maar dit is ook straight overgenomen van Amerika 1. De reden waarom. Uh, tuurlijk, er zijn op dit moment meer stoffen om ons heen die een effect kunnen hebben op de. Uh, op de. Uh, maar is de onvruchtbaarheid toegenomen dan? Nee, het probleem is dat we. Ja, misschien wel. Er zijn wel stoffen in onze omgeving, schadelijke stoffen in onze omgeving, die een effect kunnen ja, hebben de op de gezondheid. Maar de meeste mensen worden gewoon nog zwanger. Precies, maar het effect is heel klein. Maar de reden waarom steeds meer vrouwen voor IVF kiezen en zo, is voornamelijk omdat steeds meer mensen veel ouder trouwen en kinderen hebben. Ja. En op een hoe ouder leeftijd jij gaat trouwen en kinderen gaat hebben, des te minder jouw vruchtbaarheid gaat zijn. Ja. Ik bedoel. Oh, het is zo logisch, maar het is echt zo'n rare doem. Echt Amerikaans geïmporteerd doemdenken. Al ons voedsel is giftig, mannen worden vrouw, vrouw worden mannen. Dan, want dat, dat is het ook, want dan gaan ze alles aan elkaar koppelen. Het feit dat we nu trans mensen en zo hebben, is niet aan de mensen zelf. Maar het komt gewoon ja, door genetisch gemodificeerde soja en zo. Krijgt en um, ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg normaal. Uh, jullie zijn gek. Ik vraag me af hoeveel mensen Eileen kent die kanker hebben. En ze zegt ook dat het is allemaal maar normaal. Hoeveel mensen ken jij met kanker? Nul. Ik ken er ook nul. Eileen kent er ook nul. Ja, maar iedereen krijgt kanker. Iedereen krijgt fijn, hè? Je eigen realiteit creëren. Ik vind die, die je woorden je die ze, ze kiest hebt. ook zo uber stupide. want je kan, ja. je kan deze TikTok maken zonder iedereen krijgt kanker te zeggen of iedereen kan niet meer zwanger worden. Waarom ja. iedereen? Ja. Zeg dan. Iets, wees iets slimmer en zeg meer mensen dan vroeger Precies. of relatief meer mensen. Precies. Maar zij zegt echt, iedereen krijgt kanker. Ja, ja. <laughs> met die ja maar daarom, dat is het hele idee. Is ook, want ze creëert een alternatieve realiteit waarin die dingen gewoon waar zijn. Ja, oké, okay, wij zijn gek. Ja. Ha, al haar video's zijn zo triggerend. Dit is nog maar één van de vijftig die ze per week upload gewoon. Echt, helemaal lijp. En ze doet het ook allemaal zo um, nonchalant. Zo van ze ligt altijd ergens. Ja. En ze heeft gewoon nul. Zo, ja, ze schaamt zich ook nooit voor. Nee, hoe ze, ze eruit, eruit ziet, ziet en zo. Of ja. Wat voor stemmetjes ze doet. En ja. ze gaat helemaal inzoomen op, <laughs> op haar voorhoofd en zo. Maar dat bedoel ik dus met narcisme. Ze heeft gewoon helemaal geen onzekerheid. Mm -hmm. Echt raar. Nou, we zijn al twee uurtjes verder. Nou, we gaan het nu wel echt afronden hoor. Dankjewel voor het kijken. Kun je onze content waarderen? Wees dan alsjeblieft donateur. We hebben het hard nodig. Ik ga leven.backme.org kost maar 5 euro in de maand. En daar steun je ons heel erg mee. En dan krijg je toegang tot de donateurschat en de extra donateursafleveringen ja. die we hebben. Uh, en dat is heel gezellig. En je kan naar de meetings komen. En het belangrijkste, je steunt ons er heel erg mee. Dus dank je wel en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.